Ja, dus zeker. dat is wel mooi om te zien hè? dat ze altijd denken dat, uh, dat, weet ik, dat de overheid er is voor de middenklasse en zo. Maar de middenklasse wordt door de belastingdienst finaal gemaakt. Zeker. Ik heb ook gehoord: 95% van de, de bevolking betaalt te veel uh, belasting. Mm -hmm. Dit is hoe miljonairs in Nederland bijna geen belasting betalen. De, dit zullen er veel meer doen, uh, maar zo is het nog niet echt naar buiten gebracht. Welkom. Bij de lotgenoten podcast. Mijn naam is Koen. Naast mij zit Jaro. 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 Even een amicaal intro. Even amicaal. Dat is je haar. Lekker amicaal. <laughs> ja, grap, ik heb besloten grap. dat hij vandaag mijn haar gaat afzeiken. Ja. Allemaal weer met de grap, intro. Bij de weekend. Maar tegenover ja. ons hebben wij ook een. Uh, onze favoriete gast. favoriete gast. Favoriete oh. gast. Mag Nou... Ja, dat moet hij, de cijfers hij, zeggen dat dit de favoriete gast is. Ja. Hij is hier nu voor ik de vijfde hem keer. Ik mag eigenlijk niet, maar hij zit hier wel uh, fucking vaak, inderdaad. Voor de vijfde keer, de enige echte. Thijs Verlangen. Yes, dankjewel. Thijs, Thijs Verlangen, welkom. Verlangen Finance, financiële adviseur, mag ik dat zeggen? Of Vermogensplanner. Vermogensplanner, Ze Vermogensplanner is mezelf. beter, hè? Ja, ja. Goede benaming. Vermogensplanner. Ja. Uh, we hebben vier andere podcasts met je opgenomen. Eén aflevering, waarin we gewoon gingen kijken: van, ja, uh, wat is Thijs allemaal aan het doen en wat voor kennis heeft hij? Hoe gaat hij de Belastingdienst? Allereerste, september ja. toen vorig jaar. toen september de eerste keer. Uh, dat ging eigenlijk zo lekker en mensen zeiden: van ja, hier moeten we veel meer over weten. Dat we een driedelige serie hebben opgenomen. Dat was in december zelf. Ja. En uh, intussen ben jij zo hard gegroeid. Gewoon ook met je financiën natuurlijk, want jij weet goed hoe je dat moet uh, uh, aanpakken. Maar ook je business zelf. Dat vinden wij ook heel erg interessant, natuurlijk als ondernemerspodcast. Mm -hmm. Dus uh, welkom Thijs. Ja, want qua inzicht voor de mensen, toen jij bij ons kwam, had je toen al duizend volgers op, op Instagram? Nee, 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 minder man. September vorig jaar, toen ik hier voor het eerste keer zat, had ik nog geen duizend volgers. Nee, precies, ja, ja. en nu heb je 16.000 uh, plus volgers. 16.000, weet uh, ik wel, 300 ofzo. Ja, ja. Heb je 16.000? Ja, ja, hij groeit echt. Bro, ik weet nog wel dat jij op 500 zat en zo. Ja. Ja, toen ik toen ik, uh, helemaal aan het begin, zeg maar, was mei vorig jaar, denk ik, toen ik jou een beetje leerde kennen. Ja, dat was nog eerder denk ik nog. nog. Eerder, toen. Uh... Wist je niet eens wat Instagram was? Nou nee, jongen. <laughs> story, wat is <a> een story? Jij <laughs> zegt mij, ja, Nu maak ik af en toe ook nog wel fout per secreme hoor, maar. Ja? Ik ben nog, laatst had ik een QA gehouden. Mensen konden dan uh, vragen stellen, zeg maar aan mij ik onderschat soms dat ik heel veel volgers heb, dus dat ik dat ik niet meer vijf vragen kreeg. <laughs> dus ik kreeg ik echt een uur later, ik ging even refresh, even kijken, nou echt al veertig vragen. Zo ik denk wow, hier ben ik, je lang mee bezig. Ik denk, weet je wat? Ik ga die Q&A-story gewoon weghalen. Doe ik die vragen gewoon, laat ik die gewoon bij. Maar blijkbaar verwijderde die al die vragen ook. Dus <laughs> ja. alle vragen waren ook gelijk uh, weg, zeg maar. Ja. Ja, ja, heb oh, je het zo lang zien kut. Ja, ja, ja. Dat kan ik dus helemaal niet doen. Dus ik, ik moet even. Uh, ik vraag me af hoe anderen dat doen, man. Met nog veel meer volgers dan ik. Hij heeft een influencer-cursus nodig. Ja, misschien wel, ja. Maar dat onderschat je, omdat ik snel gegroeid ben natuurlijk. Ja, denk ja, ik ja. Van, uh, Verder hadden we het er ook over. Je bedrijf volgens mij nu vergeleken met vorig jaar... eigenlijk al een keer vier gegaan of zo. Uh, Zeker. Dus het gaat naast... Want het is natuurlijk leuk hè, om te zien... ja, je hebt meer volgers. Maar het kan zijn dat daar op de achtergrond dan niks gebeurt. Maar dat je ook gewoon zakelijk uh, fucking hard aan het groeien bent. Ja, vorig jaar was het natuurlijk best wel een gek jaar. Hè. Dat zie je niet vaak, denk ik. Dat je, ik was in één jaar tijd was ik in loondienst... Daarna ZZP. En einde van het jaar ging ik alweer naar een BV toe. Zeg maar. En dat ja. doe je natuurlijk niet als je een paar euro verdient. Ja. Dus het ging ineens natuurlijk zo snel. En dat ja, namen, zeker, met name toen september vorig jaar, toen deze podcast uitkwam. Ja. De eerste podcast bedoel ik, uitkwam, toen is dat heel snel gegaan. En nu ben ik. Uh, Allee, nu heb ik alleen, alleen nog weer. maar een BV. Ja, de BV ja. werkt niet meer. Uh, je, je werkt niet uit. meer. Ja, nu doet hij niks meer. Ja, je alleen oh. maar op vakantie. Thijs, evenement 1. Nee, ik kan er niet bij zijn. Ben op vakantie. <laughs> evenement 2. Nee, ik kan er niet bij zijn. Ben op vakantie. Hard times. Was je daar wel bij? Nee, toen was hij ook op vakantie. Oh, vakantie. <laughs> Podcast. Yo, bro, ik, ja, ik kan pas eind volgende week. Ik op vakantie. Ja. Thijs neemt altijd op. Kijk hoe hij zijn hoofd is, joh. Ja, hij is wel. Ik ben gisteravond om 7 uur kwam ik thuis. Thijs, van, ja, Thijs van neemt altijd kost. op en dan zegt hij: Ja, uh, je gaat lekker rol hard voor weinig nooit zo gereinigen. <laughs> ja, ja. Ik zei ook al tegen Thijs: daar gaat het niet meer op. Niet. Het is omgedraaid. Weinig kan voor niet. veel. <laughs> Ja. Maar oké, okay, Dat is ook het enige waar ik wel geld aan uitgeef. Dat zijn vakanties met mijn gezin. Dat, staat, dat is, dat is maar, nummer okay, één bij mij. Relaties. Voor de rest, jullie weten, ik geef niet heel veel geld aan andere dingen. Familie. Ja. Jij bent echt familie, man. Zeker weten. Heel mooi, een lieve gast. En heb je ook wel, hè, dat heb je ook wel verdiend. Heb je ook wel langzaam naartoe gebouwd. Zeker. Want als we helemaal teruggaan, ook voor de mensen die kijken, we gaan het straks nog hebben over de Belastingdienst. Mm -hmm. Hoe jij de Belastingdienst kan naaien als je hier naar kijkt. Naaien, gewoon legaal belasting verlagen. Ja, sorry. Excuus. Ja, maar ja, wij, jij wordt ook legaal belast. Dat voelt ook wel alsof je genaaid wordt. Zeker. Dus dat weet, willen ja. we een beetje legaal terugnaaien, Doe het gewoon legaal terugnaaien. <laughs> en uh, ik heb ook gehoord, 95% van de, de bevolking betaalt te veel uh, belasting. Mm -hmm. 95? Voor zo'n groep van, ondernemers. Ondernemers. van de ondernemers. Ja. Okay. Belangrijk 48% heeft nog geen pensioen opgebouwd. Precies. Okay. is uh, goed om te weten. Kunnen we straks dus dieper op ingaan. Mm -hmm. Maar laten we even helemaal, want het zijn net loondiensten. Laten we helemaal teruggaan. Ik weet nog, vorig jaar, uh, volgens mij was het januari 2022. Wij gingen, uh, we hadden allebei coaching. Volgens mij had jij net coaching gehad van Jeff Jeroensen. Ik was toen klaar, ja. er was toen klaar, ik was toen uh, coaching van hem. Toen werden we uitgenodigd voor een, uh, om een, uh, ja, in het water te gaan oh, ja. duiken. Nou, om gewoon een paar minuten lekker in koud water stil te gaan zitten. Met een nieuwjaarsduik, ja. Met 200 mensen. Was dat met Tibor ook? Ja. Dat was met die. Tibor. Ja, ja, ja. ja de politie kwam <laughs> en zo. De politie kwam. Tijdens corona. <laughs> Um, hoe, uh, als, je even terug, als we even terug gaan spoelen naar toen. Hè? Januari 2022. Was nog in loondienst. Hoe was het dan voor Thijs, zeg maar, destijds? Hoe ging de financiën, ging de business, nog ging die relatie? De financiën waren natuurlijk gewoon vooruit Lonisch. Ik had best wel een goede baan. Hè. Ik was manager, dus ik had ook wel wat mensen onder me. Ik verdiende daar leuk. Uh, maar het was wel een drukke baan. En als je dan ook nog eens een business erbij opzet, zeg maar, hè, die toen de tijd prima liep. Je kan het niet gelijk met nu, maar het liep prima. Ja, dan moet je op een gegeven moment ga je dan vrije dagen nemen. Je gaat wat minder werk. En dan ga je steeds meer die ZTP was ik toen, ZZP-activiteiten verhogen. Want dat op zich was, vond ik dat wel een fijne manier hoor. Dus je, uh, je begint met je business, je hebt gewoon nog inkomsten vanuit je loondienst. En dat gaat steeds beter lopen, die business. En dan ga je deze afschalen je loondienst en dan ga je deze opschalen. En zo heb ik dat langzaamaan omgezet, eigenlijk tot november vorig jaar. November voor zes maanden geleden, nee iets meer, zeven maanden geleden. Toen was ik helemaal gestopt met in loondienst werken. Je de eerste keer bij ons zat, had je nog deels loondienst? Ja, twee ah, dagen per week. Nice. En of één dag per week. Dus ik, ik werkte vijf dagen in loondienst. Ik ook nog. Toen de tijd. Ja. ja. September. Zei ik ook niet, Jullie? Er, toch tegen jou zei ik daar ook volgens mij van joh, ga eruit man. En, ja. uh, je het zelf uh, nog niet had. Hoe voelde voor jou die transitie? Want je zei <laughs> het was best kut. wel soepel. Ik ja? vond het heel eng, want voor mij voelde het best hard. Ja, klopt, maar kijk, jij hebt me jij gewoon, jij gewoon jij helemaal gestopt in Ik ja, heb een kopturkje ja. ja, ja, geklapt. ja. Dat ja, ja, heb ja. ik niet nee. gedaan. Nee. Uh, en ik heb misschien ook wat meer lasten dan jij, toch? Met een gezinnetje, ja, uh, denk et cetera. Ik nou, hoewel, als ik net hoor wat jouw lasten zijn, dan valt dat best mee. Dat ja, betekent. ik heb natuurlijk huurinkomsten tegenover staan. Dat is ja. uh, het voordeel. Uh, ik heb dit op de manier gedaan zoals ik net zei. Dus vijf dagen, dan vier dagen, dan drie dagen, dan twee dagen. Zo'n beetje uh, teruggeschaald in die andere opschat, ZCP. Eén kant is dat lekker, omdat je toch nog steady inkomsten hebt. Andere kant is het helemaal kut. En weet je waarom? Kijk, die, ik, dat is een periode geweest van nou, zeker drie kwart jaar of zo. Dat ik het zo heb afgeschaald: mijn loondienstbaan. Maar dat, dat is niet heerlijk, want je hebt dan een business en dat is echt je kindje. Weet je, dat is echt wat je leuk vindt, waar ik hard op aangaat. Dat zeggen mensen ook, weet je. ik word er altijd enthousiast van als ik met de financiën aan de slag moet gaan. En dat andere is een managementrol en dat vond ik toen de tijd helemaal geweldig. Alleen, ja, op een gegeven moment zie je je business gaan en denk oh, dit gaat werken, mijn kindje gaat werken, gaat groeien. En dan wil je het liefst gewoon hiermee stoppen. Ja, dan moet je gewoon. Exact. Je wil gewoon hiermee het liefst gelijk stoppen en gewoon volle poren hierop gaan. Maar dan mis ik wel best wat uh, netto inkomsten, zeg maar. Ah, ik verdiende toen de tijd, wat was dat? 4500 euro of zo netto per maand. Dus dat is best wel lekker uit loondienst. Um, uh, ja, dat mis je dan in één keer. Als je dat zou doen. Alleen het is wel beter voor je mindset. Waarom? Die, die driekwart jaar was echt geen prettig jaar. Voor drie driekwart jaar. Waarom? Je zit al helemaal met je gedachten bij je business. En... Um, Terwijl je nog moet werken voor de baas, zeg maar. Terwijl je dat eigenlijk niet meer wilt, dat doe je alleen nog maar voor het geld. En dan kom je thuis met weinig energie. Ah, en is het ook niet zo dat het heel moeilijk is om werkzaamheden af te schalen? Want je gaat van vijf naar vier dagen. Maar je verantwoordelijkheid als manager afschalen van vijf en vier dagen gebeurt eigenlijk in realiteit denk ik ook niet exact, echt. Dus je <laughs> moet hetzelfde werk in vier dagen gaan doen. Exact. Dat. En, exact dus exact eigenlijk dat. ga je twee fulltime banen opnemen. Exact. Ja, exact. Dus dat was echt een hele drukke periode. Uh, maar we zijn er toch heen gekomen. <laughs> ja. Maar weet je, het, het, dat zeg ik wel tegen mensen ook. Uh, het voelt hè. Stel je, stel je bent een loondienst en je gaat naar een nieuwe loondienstbaan. Dan heb je altijd een opzegtermijn van een maand, toch? Dan je nog één maand moet uitzingen. Vaak die maand ben je ook niet meer gemotiveerd. Want je zit alweer mee gedacht bij die andere baan. Ik had dus dat, he, geen maand, maar dat drie kwart jaar, zeg maar. Dus dat is niet, uh, qua mindset en zo, qua energie is het niet lekker ja. hoor. Ik weet ook nog wel die periode dat jij gewoon minder ging werken. Eerst dat je nog volledig in de loondienst was, hè. vijf dagen in de week. Toen mm -hmm. ook hem tegen dan mij dan zei, je je trouwens man, als, als je dat chill uh, vindt. En dat je nog nee. tegen mij zei, nee. ik, ik red het gewoon niet, joh. Ik ga echt naar mijn baas. Doe, ik wil echt, ja. vijf dagen, ik wil nog drie dagen blijven werken. Maar op een gegeven moment, inderdaad, ook dat je zei, ja, drie dagen. Steeds te veel, ik red het allemaal niet. En toen kijk nu, uh, je bent nog steeds druk bezig. Hè? Mm -hmm. En toen was je, zag je ook dat je echt vermoeid was. Ja. Alles zeg maar, erbij, op en eraan. Een hele drukke periode. Daar heb ik ook een hele belangrijke vraag over. Want je hebt natuurlijk een relatie, ik ook. En ik merkte heel erg, zeker in de periode dat ik ging stoppen met werk. En dat merk ik nu nog steeds wel van ja, straks ben ik gestopt met werk. En dan, dan kan ik op één ding focussen, dan hou ik meer tijd over. Inmiddels heb ik dat helemaal verneukt. Uh, ben ik zeg maar door de week en s'avonds en in het weekend en... uh, ook nog met uh, ja, etentjes, belletjes, dit, dat, allemaal bezig. Hoe ging dat bij jou? Want volgens mij had jij ook een beetje die uitdaging van hoe ga ik het allemaal. En dan zeg je waarschijnlijk ook van, nee, maar straks hebben we één ding. En dan gaat het ene ding fucking hard. Klopt helemaal. Dat was wel... Uh... Ik weet nog goed dat ik op het feestje was bij jou, Koen. Weet je nog, waar jij natuurlijk ook was ja. maar bij jou thuis. Ben je drie maanden geleden bedoel. Je? Ja, het was wel leuk. want je, met heel veel ondernemers bij elkaar. Natuurlijk kwam uh, Cherry Stocking, die was er natuurlijk ook, die kwam naar me toe. Hij zei: ik hoor alleen maar goede verhalen over. Hij zei: Maar het kan niet altijd goed gaan. Hij zei, er moet iets gewoon fout gaan bij jou, weet je wel. Hij zegt het oh, is, Jezus. Nee, nee, nee. En hij zei zo gooien hoor. Nee, nee 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 Hij zei zo ik en hij zegt als ik jou een beetje zo zie, dan herken ik heel veel dingen in, in, in mezelf zeg maar. Weet je, Jerry en ik zijn best wel een beetje hetzelfde. We zetten een doel en ik ga die doel altijd halen. No matter what, weet je wel? Maar dan moet iets eronder leiden. Dat is dan of mijn fysiek, sporten. Of relaties, zeg maar. Dat zijn vaak de twee dingen die je dan snel gaat... Uh, die eronder gaan leiden. Uh, nou, mede dankzij jullie heeft mijn relatie eronder geleden. <laughs> Vorig jaar Dank september toen die podcast uitkwam. Ja, dat was echt niet normaal. Ik had zo'n kalenderlinkje, Mensen konden gewoon een afspraak inboeken. Ja, die heb ik toen echt na twee weken weggehaald. Want ik had gewoon 70 afspraken in de week staan. Naast me een opeens nog. Naast een loondienst nog. Ja, dat was echt niet normaal. Dus er moet er iets onder leiden. Nou, dat was toen en mijn sporten en mijn, en mijn relatie. Allebei. Ja, ja. Dat waren echt dat waren niet normaal drukke weken. Slecht slaap ook wel, paniek ook al gehad. Ja. Zo. Ja. druk, jongen. Ja. Dus, uh, dat echt was niet normaal. Toch, man? <laughs> ja, dankjewel. <laughs> nee, maar dus uh, toen de tijd, mijn relatie, die ging te echt onder lijden. En op een gegeven moment had ik ook nog eens even het slimme idee van, nou, laat ik ook nog een soort online leeromgeving, Maasklaas erbij maken voor de mensen op de wachtlijst. Hè? Want het, oh, dat heb ik net nog niet eens verteld. Dus iedereen ging allemaal intakes inplannen. Die wilden met mij spreken. Op een gegeven moment kon ik het gewoon niet meer aan. En ja, op één de een-op-één begeleiding. Eén dag, één-op-één een -een begeleiding. En wat doe je op zo'n dag? Ja, van alles. Van, joh, waar sta je nu qua vermogen? Hoe kunnen we dat beter structureren? Belastingtechnisch, hypotheken, qua vastgoed bijvoorbeeld. Uh, of qua PV-holdingstructuur, daar dingen in. Dus dan heb je je vertrekpunt. Dan wil je naar een doel toe, hè. Elke ondernemer heeft een bepaald doel. Alles hoeft niet, niet eens financieel te zijn, maar vaak een doel kost geld. Dus dat is altijd financieel op een gegeven moment. En bijvoorbeeld uh, weet ik het uh, niet meer hoeveel werken... en dan 4000 euro net op een maand in inflatieproef. Dat is vaak een doel die je dan hoort. En dan gaan we een heel plan maken tijdens die dag en in werking stellen om die, die, dat doel te bereiken, zeg maar, gebaseerd op no, no pay. Dat is altijd ja. wel een voornaamste bij mij. Dus dat doe ik tijdens een dag. Maar zo'n dag is echt intensief en ik kan er niks anders doen. Dus als ik klaar ben met zo'n dag, heb ik gigantisch veel mailtjes en appjes, et cetera, en DM's. Dus het was best wel een drukke tijd. Toen heb ik die link weggehaald, dat is wat in kunnen plannen. En dan heb ik gewoon een link uh, gemaakt. En ik kon dus een e-mailadres achterlaten. Dat is wel een hele goede tip. En dan heb je het wat rustiger, weet je. Dan krijg je gewoon zelf mensen van, joh, eh, er is een plekje vrij je komen. Je kan weer uh, erbij komen. Waarom staat dat daar nu op? Ja, echt. 2,500 plus, is niet normaal. <laughs> uh, Hoeveel? 1,500 ja, mensen of zo. Maar ik moet, wat ik, ik het laatst ook even over met iemand, we moeten even goed gaan filteren. Want kijk, het zijn 1,500, maar niet iedereen. Kijk, tegenwoordig hebben we een overvloed aan klanten. Dus uh, hoe zeg je dat? Soms krijg je klanten die bijvoorbeeld in loon zijn. En dat kunnen ook me helpen. Maar dan zeg je, ja weet je, een 1 op 1 is best wel een duur trek dan voor jou in is. Misschien is het beter gewoon om die Maasklaas te kopen. En dan kan je het zelden mee bereiken. Uh, ongeveer. moet je het alleen zelf doen, weet je. Kijk, een hele drukke ondernemer met een BV en die grant viel verdiend. Die gaat toch altijd voor die 1 op 1. Die gaat echt niet in s'avonds nog al die filmpjes lopen Kijk, Die zeggen, hier Thijs, geld. Help maar. Juist. Dus hier komen er steeds meer, zeg maar, doorheen. En een kleine ZZP en een en een uh, en mensen in is, joh, koop gewoon die en heb je die helemaal doorlopen en denk je, ik wil alsnog een ene dan krijg ik het geld toch weer terug van die maas. Dus er zit, er zit, je kan er geen fout mee begaan, zeg maar. Mm -hmm. niet zo'n paar honderd euro, 600 nu, ja. van de dag. Uh, dus dat. Ja. Uh, waar we waren gebleven? Ik vertelde over dat je zo druk was om ja. die lijst maken. Dus en die letter Ja, zeker op een ja. gegeven moment. Oh ja, toen had ik natuurlijk, die wachtlijst die liep al heel snel keihard op. En toen gingen mensen ook klagen. We gaan we een paar maanden? Over. Ja, Ik sta een paar maanden op de wachtlijst weer neer. Ben ik dan aan de beurt? Denk ik denk, shit, hier moet ik wat mee. Toen had ik het heldere idee. Denk ik, weet je wat? Dan ga ik gewoon een online leeromgeving maken. Met alles wat ik weet. Tijdens één op één dag En dan gaan ze het gewoon zelf maar doen. Weet je. En dan geef ik er gewoon alles in een weg. Met Excelletjes, et cetera. Ja. Ja, toen dacht ik van, oh, dat doe ik wel even. <laughs> maar dan zet ook echt een maand tijd in, jongen. Dus dan moest ik ook nog ochtends vroeg en s'avonds laat nog allemaal gaan doen. Extra daarbij. Extra. Nou, ja. toen dat ding opgenomen in de filmstudio de hele dag. Toen gaan promoten. Nou, dat was voor? Aan... ja. Yep de hele cursus, want ja. dat was voor wat bijzonder. Een cursus zeg maar bouwen met alle video's en alle informatie kost heel veel tijd. We zegt, het was een hele maand. Zeker. Maar je bent gewoon van ochtends vroeg tot s avonds lang gaan zitten en heb je alle materiaal opgenomen. Ja, het was gewoon, weet je, ik sta altijd heel vroeg op, hè? Dus vaak half vijf ben ik er wel uit. En dan, mooi is die één op één van mij, die beginnen pas om tien uur. Hè? En dan heb ik heel lang de tijd tot tien uur en dan kan ik allemaal andere dingen doen. Om tien uur heb ik dan één op één tot vijf uur. Dan had ik s'avonds avonds vaak nog intakes. En dat is elke dag, zeg maar. En aan het weekend deed ik dan ook die cursus nog maken. Uh, zo heb ik het eigenlijk gedaan. Maar dat is dan, dan heb ik helemaal geen tijd meer voor mijn gezin, zeg maar. Dus dat, op een gegeven moment ging mijn vriendin klagen, wat ik begrijp. En ik heb natuurlijk nog een dochtertje. Ja, dat was geen fijne... Geen fijne tijd. Ik vond, ik vond het prima. Want ik vond het helemaal geweldig om te doen. Maar ik begrijp wel ja. dat, uh, dat mijn vriendin... Denk uh, je dat dit... Daarbij wil ik wel voorop stellen. Want voordat mensen dat denken. Het in één maand in elkaar zetten van een cursus. En het daarna opnemen in één dag. Is niet de norm. Boah. Voordat mensen die hier zelf zitten denken van... Hey, ik wil zoiets in elkaar. van Neem daar meer tijd voor. Zeker. Jij zat al super diep in de materie. En ja. hebt een, een ja, soort van werkethiek uh, die uh, een beetje kapot is. Zeg maar mm -hmm. maar ik bedoel jij ook. Het maken van zo'n cursus. Daar ben je gewoon... Kan je echt lang mee bezig zijn. Ik had het in twee weken gedaan, man. zo zeg Met maar opnemen en zo. Oké. Okay. Dus nou. het, uh, voor jij hebt het in één dag. Ik heb twee weken dan ervoor. Maar dat was ook, denk ik, daarvoor wel langer dan een maand, hè. Ik denk dat het uh, één, twee maanden kostte om het voor te bereiden. Inderdaad, wat jij zegt is heel erg belangrijk. Ja, en jij ja, gaf ja, ook al die trainingen. Wat is al je basiskennis? Weet ja. je al precies wat mensen <tus> moeten horen? Ja. Um, of moet je het nog, zeg maar, moet je zelf nog... Extra kennis gaan opdoen, moet je er nog ergens in gaan verdiepen, moet je nog ja. de details ergens van weten, moet je nog boeken gaan lezen, andere video's gaan kijken. Weet je, en dat moet je allemaal weer gaan verzamelen, een structuur erin brengen en dan ja. voorbeelden gaan bedenken. Dus ja, ja. en dan nog allemaal of kleine, kleine site Maar ik dacht voordat mensen een, een of ander onrealistisch beeld krijgen, nee, ja, maar ja, is er zit echt ja. heel veel tijd in. Het was op een gegeven moment 288 slides geworden. Hmm. 288 slides Die heb ik opgenomen. Ja. En natuurlijk ben jij al, wat is het, uh, je bent nu 31, denk ik. Ja. Uh, je bent al sinds je twintigste of zo, ben je al bezig 19, met financiën. Negentien. Ja. Ik weet alles, dus het zat allemaal hier al. Dus dan kan je het vrij snel maken. En dan ben je alsnog wel heel lang bezig. Want je wilt het gewoon perfect maken, weet je wel. Ja. Goede afbeelding erbij, dat alles duidelijk is. Uh, maar alsnog ben je lang bezig, ja. Zeker. Ja. Dus je hebt een voorbereiding gehad van tien jaar. Ja. Iets meer. En dan inderdaad een maand alles ordenen. En dan op één dag opnemen. Zeker. Um, weet je wel, dan een vraag over... Uh, ik uh, ben nu echt. Uh, ben ik niet vergeten, man. Maar, ja. maar, maar de ja. relatie die Cherry had, dus gelijk. Hij zei: tijdens sowieso een relatie. Ik zei: ja, dat is wel een relatie geweest. Ja. Ja. En dat is nu wel. Uh, gaat een heel stuk beter. Ik heb ook gezegd: per uh, dit jaar 2023 en alle jaren die hierna komen. Ja. gewoon. Hoe, wat is een goede werkbalans zeg maar. Heb ik heb gezegd: ja, de maandag wil ik zover mogelijk vrij houden een soort pappadag van maken, zeg maar. Dan heb ik ja? gewoon zaterdag, zondag en maandag nou, vrij. Nee. En voorheen denk nog wel eens: één op één in het weekend en zo, weet je wel. En ja. ook allemaal niet meer. Ja. Dus ik probeer een beetje drie dagen weekend te houden. Nou, zie ik af en toe wel dat de maandag tussendoor glipt, weet je wel. En nou, dat is op zich niet heel erg. Ja. Uh, maar dat probeer ik al vrij te houden. En. Uh, uh, en de rest van de dagen ja, ga ik gewoon wel vol op bak werken. Ik ben altijd vroeg wakker. Dus ik maak die uren, die 40 uur, die maak ik makkelijk. Ik weet zeker ja. dat ik 60 uur per week wel haal. Ja. ook al is zaterdag. Hè, morgen bijvoorbeeld zaterdag. Ja, ik ga toch lekker werken. ochtends vroeg. Als ik vroeg wakker ben. De rest slaapt nog. Ja. Het is ook je hobby. Het is mijn hobby. hobby. Dus ik, ja, ja, ja. als ik dan wakker zoals van eh, Ik was dus gisteren teruggekomen uit het kost. Hè. Vannacht om twee uur word ik wakker. En ik denk, fuck, ik heb zo zin om te werken. Zou ik naar mijn laptop gaan? Ga gewoon <laughs> lekker werken. Ja, en ik dacht, mooi. nee, dat kan ik niet doen. Dus ik straks morgen bij de lotgenoot zit ik helemaal ver, ver, verrot met ballen. En zeg dus ik, dacht, nee, ik ga toch nog even, even omdraaien. En toen ben ik uh, toch nog even gaan slapen. En ik had de wekker gezet om half zeven. Maar ja, we kom, ik, om, volgens mij om vijf uur weer ik wakker. Nou, dan ben ik alsnog gaan werken. Maar waar, ja, word je ja. dan, waar heb je dan zin in? Wat, wat, wat? Oh, lekker die laptop openknallen. Even uh, de to-do-lijst erbij pakken. Leuke dingen eruit pakken. En dan gewoon gaan knallen. De leuke dingen eruit pakken? Alles is leuk. Ja, maar alles is wel leuk <laughs> ja maar dat is mooi toch om te zien van oké okay, uh, je hebt tien taken die je moet doen vind je alle tien leuk om te doen ja natuurlijk is het altijd is altijd taken bij die ik minder leuk vind ja. maar uh, heb je ja. wel eens periodes gehad dat je door de druk het minder leuk vindt om uh, aan die taak te zitten ja kijk ik vind alles wat ik doe leuk maar als je iets wat je leuk vindt, bijvoorbeeld weet ik, voor 100 uur per week toe, dan kan je het op een gegeven moment ook wel weer wat minder leuk gaan vinden. Doordat je nergens meer anders naartoe en shit, Ik vind het wel leuk, maar ik wil ook andere dingen nog even. doen, Bijvoorbeeld naar de sportschool of uh, vakantie of weet ik veel wat allemaal. Ja, eten. Ja. Als je daar allemaal niet meer aan toekomt, dan ga je op een gegeven moment dat één ook weer minder leuk vinden. Ja. Door dat soort dingen. Vorig jaar had ik dat meer dan nu. Maar dit jaar is wel echt qua. qua het man. Werk leven, balans is al lekker uh, wel chill. Ja, echt een belachelijk positieve guy ook, yeah, man doet me echt denken aan uh, Jim Carrey, hoe hij altijd wordt gecast in films. Gewoon, Kaulo blij met alles. Zeker. Gewoon altijd Ik happy. ben ook de meest positieve guy die er is. Want we, we waren dus op KOS weet je al, uh, gisteren en die dagen daarvoor. <laughs> en uh, mijn vriendin, uh, die vond het niet alles. Want het is een all-inclusive hotel, maar wij dachten gewoon van, kijk, we zouden eigenlijk naar Kroatië gaan, alleen daar regent het heel veel met de auto, Ik zou erheen rijden, maar dan regent dus afgelopen weken. Ja, wij zeggen ja, we gaan niet rijden en dan in de regen zitten. Even snel all-inclusive geboekt, waar is het lekker weer, ook kost, veel glijbanen voor die kleine, voor, die, voor mijn dochter, nou, prima, leuke hotelletje uitgepikt, gaan we daarheen. Ik vond het wel geweldig, weet je. Lekker sporten, lekker eten, maar niet normaal hoeveel Engelsen daar zitten. En die zijn niet zo slank zoals wij, zeg maar. Die zijn, ja, die, zijn, die zijn niet, die, nee, niet, niet dik, ook niet vastig, zeg maar gewoon echt huge. <laughs> echt niet normaal huge. En niet één, maar echt zoveel. Die zijn echt ja, sommige, die hadden gewoon, sommige heel veel hadden gewoon geen nek meer. Hè. Dat liep gewoon één ook rechtdoor. Dat is ik. van duim. <laughs> Nee, maar het was echt het was niet normaal. Ik weet zeker, die ging over de 150 kilo heen. En ja. dan zie je ze s'avonds bij het buffet en dan zie je ze allemaal baklava opscheppen so, en zo. Oh ja, ja, en dan denk ik ja. van, man, dat is, het kan toch niet fijn zijn, joh, hoe, hoe, om zo te zijn, zeg maar. Oh, ja. Kijk, en ik, mij boeit het niet heel veel. Ik lachte er gewoon om. Ik denk, ja, dat is toch niet normaal, man ook voor jezelf trouwens wel goed. Hè? Kijk, tegenwoordig zit ik uh, met heel veel ondernemers. En ondernemers zijn over het algemeen best wel gewoon slank, fit, verdienen leuk. Dus dan zit je in een soort bubbel van, oh, het ja. gaat wel heel goed met de wereld. Ja, dan kom ik ja, daar, ja, ja. ja, ja. Wat de fuck is dit voor mensheid, man? Waar ben ik beland, joh? Ik heb dit gesprek zo vaak met Koen. Oh, zeg zegt, joh, tegenwoordig, man, iedereen leest, iedereen mediteert. Echt ziek, man. Bro, dat je, je zit in je bubbel, geloof ja. me. Niemand leest, niemand mediteert en iedereen heeft overgewicht. Ja, ja, het is echt ziek joh. In Nederland is dus 51% even obesitas hè. Dat is echt ziek, 51%. Ja. Want ik, ik ging dus, kijk, zo ben ik dan En Dus ik kom ik op zo'n resort en zie ik, al oh, die dikke mensen. En ik denk ik, oh, hoe zit dat toch hè. Kijk, want ik heb al snel het ja, oordeel ja, 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 van, ja, ja die zijn gewoon dik door te veel eten. Toen denk ik, oké, okay, wat is een goed boek? En dan had ik een, bo een boek gevonden dat heet Vet Belangrijk. Heel leuk boek. Zet ik heb gelijk man, gekocht. Uh, gewoon een e-reader. Voor je Amazon ga ik dan lezen. En dan zie je ook dat heel veel mensen... Dus heel veel, sommige mensen kunnen er echt niet, uh, niks aan doen. hoor, Dan kan het in de genen zitten. Maar, maar wat voor percentage is dat? Ja, dat even is maar een paar procent. Dat is niet eens. Dat is 0,1 procent of zo. Het ja, stond wel echt een paar procent was volgens mij. Dus ja. Het heeft ook met depressies te maken. En dan ga je meer eten. En dan kom je wat bij hmm. kijken. Okay. Uh, maar de meesten kunnen er dus wel wat aan doen. Want het gaat gewoon allemaal het mondje in. Maar ook kijk naar de supermarkt man. Tegenwoordig 90 procent kan je allemaal niet meer kopen. Daar. Want er zit of zoveel suiker in, of ja. plantaardige oliën En ik had ook een ander boek gelezen, Deep Nutri Nutrition, helemaal wetenschappelijk onderbouwd. Die zegt, als je twee dingen doet, dan doe je het al beter dan 90% van de wereld. Geen suikers meer nemen en geen plantaardige Ja, olie. maar geen suikers en geen maar plantaardige lastig. olie is fucking lastig. Dan Zeker. moet je broccoli stam vreten de rest van je leven. <laughs> Suurkool. Ja. Cool. Nou, en zelfs als je bijvoorbeeld bananen eet. Bananen zijn over de laatste tientallen jaren ja. ook zeg maar gewoon geëvolueerd. Want vroeger waren ze veel minder zoet. Nu zitten er veel Zeker. meer suikers in. Nu zijn ze ook twee keer zo groot geworden. En pak een beetje yoghurt of zo, weet je wel. Daar zitten ook weer suikers in. Vaak heb je ook suikers, suikers ja. van zichzelf al, lactose is ja. dat volgens mij, ik ben geen ja. expert in, uh, in eten hoor. Sommigen ja. hebben dan ook weer toegevoegde suikers. En dan denk ik denk, wat de fuck? Je koopt yoghurt en dan zitten er... Waarom zou je suiker toe gaan voegen? Je koopt gewoon yoghurt toch? Ja. Dan heb je toegevoegde suikers en dan gooi er gewoon suiker erbij. Hè. Dat doen ze tegenwoordig zoveel jongen. De laatste tijd zaten wij Wij zaten ook even te kijken van ja, oké, okay, dan neem je iets zonder suiker. Ja. Bijvoorbeeld een uh, red boedeltje. lekker uh, zonder suiker, oh. lijkt gezond. Ja, ja. Maar er zit een maltodextrina no in. En maltodextrina, als dat weer in je darmen komt, ja. zijn eigenlijk suikers die niet opgenomen kunnen worden. Maar die bacteriën kunnen ze wel opeten, dan krijg je meer bacteriën. En die bacteriën geven weer seins aan je brein dat jij ja. meer honger hebt. Ja. Dus je drinkt eigenlijk iets waarvan je denkt geen suiker, maar daarna denk je, oh, ik heb wel veel honger man. Je wordt gewoon genaaid, jongen. Het is echt niet normaal tegenwoordig eigenlijk. Hoe ziek de mensheid wordt gemaakt. Uh, ja, dat is niet heen. normaal. Echt niet normaal. Maar, maar we waren gebleven. Dus we waren op dat resort. En ik, ik kan lachen om dat soort volk, weet je, waar ik voorbij komen En ik erger me niet. Maar mijn vriendin die zei, Joh, dit doe ik echt nooit meer. Die, kijk, ik ben van vroeger, en wij gingen met mijn ouders ook vaak naar all-inclusive -in, uh, resorts. Maar mijn vriendin die ging vaak naar campings en zo. Zei, ja, wat een, een beetje volk weet je. Echt schilrig, ja. zuipen. Ik zei, van, ja, dit, doen we, dit doe ik nooit meer. Nou, we gingen ook nog eens tien dagen. Geen acht dagen, vaak geen acht dagen all-in, want dat heb je toch gehad. Ja. Nou, we gingen tien dagen. Denk ik dacht, oh, doe twee dagen erbij, joh. Lekker. Uh, maar op een gegeven moment, zij was dus wel van, uh, <coughs> ja, dit is uh, niet alles. En ik ben dan wel weer die positieve kei Ik denk, oh, ik kan toch lekker eten, zwemmen. Lekker ja. weer, lekker sporten. Ga toch ook een beetje, denk ik, reizen. Of een beetje omheen kijken wat er allemaal te doen is. Of ah, wat ja wel een beetje in dus klein gaat. En ik heb een dochter en een geweest dochter geweest, moet tussen de middag gewoon weer gaan slapen. Ja. Dus je kan ah. niet uh, even een dagje erop uit. Ja. Ook in Bali, toen ik in Bali was, waar jullie laatst ook zijn geweest. Kijk, jullie kunnen ergens heen. Je kan doen ja. wat je wil. Maar ik moet weer terug waar ik vandaan kom, zeg maar in de middag. Zodat ik weer kan slapen een uurtje of twee. Ik wil je wel één vraag stellen, man? Oh. Jij zei. <laughs> Bali, Noordzee. <laughs> ja, je zei. Tegen ja, mij. Ik, Bali, Sangu. <laughs> Blauw strand, nee joh, het is gewoon Noordzee. <laughs> ja, Bro, Bali is is balies fucking mooi. Man. Ja, daar ligt daar waar je zit. Waar zat je? Changu, ja, overal. Changu, Ahmed, uh, ja, Nee, maar die, die eerste. Changu, ik zeg het Chandu. altijd. Changu noem je toch, hè? Ja, ja, ja. ja dat is toch uh, ik, ik, ik was daar man. Ik heb daar zelfs acht dagen gezeten. Ik ging surfen en zo. En ik surfde in de cola leek het wel man. Echt bruine zee man. Oké. Okay. Maar jullie ja, niet. Zo, nee, kijk, op weet een gegeven moment me. de andere kant of naar Gili, daar vond ik het wel ja. mooie stranden. Maar ja, ja, die ja. kant. Ik vond het niet ja, zo erg. Nee, het is wel een nee. beetje rommelig op sommige plekken hoor. Dat Half dacht, januari. Ja. Ik ging uh, naar het noorden, echt naar het noorden, noorden. Nee. Daar was het bijvoorbeeld wel heel erg vies, man. Daar had ik wel gewoon dat je bij zo'n fucking mooie strand aankomt. En dan kijk je gewoon zeg maar, naar de kust. En dan denk je, ja, gewoon. Ja, kijk, maar misschien ben ik een plek. beetje verwend. Want ik ging voordat ik naar Canggu ging, daar eindigden wij. Ja. Daar dus was ik overal gewoon geweest. En op Gili. Ja, Kili, dat is echt witte stranden o, Kili zee. T, of Kili Menno. Kili Kili, R. R. Kili T is als je gaat feesten. Ik heb een dochter. <laughs> <laughs> ik kan niet meer feesten, die tijd is voorbij. <laughs> dan kan je gewoon paddo's halen op een straat, joh. Ja. Ja. de straat, dat is normaal. Maar hier ja? is ook Kili geweest. Oh ja, nee, ik nee, heb juist die fietsen. Nee, ik nee, heb juist fietsen nee, daar tussen op, fiets, uh, Indiana op, Jones. <laughs> op Bro, je Instagram. Je hebt daar geen auto's, geen scooters. Heerlijk toch? Maar die stranden zijn mooier dan Canggu. Ja, zeker. de mensen niet, klopt. De mensen niet? Nou, de mensen zaten daar allemaal volledig aan de paddo's. Waarom die ja, mensen in een paard en wagen? Ja, gil oh, gil ja, op Gilly Air niet, joh. Er zitten alleen maar uh, tortelduifjes of, uh, of uh, mensen met kinderen. Ja, ja. ja. oké, okay, ja, ja. Maar um, ik vroeg me dat af, want dat is dus de belofte die mijn vriendin en ik gemaakt hebben aan elkaar: nooit met een baby zulke lange vluchten. Dat is toch tering kut. Ja. Wat ja. een drama. Ik vond het zelf, moest bijna janken de hele vlucht al. Ja, het is verschrikkelijk. Ze samen met zo klein erbij. Ja, en ze moet op schoot, hè? Ze is natuurlijk onder de twee jaar oud. Wat oh. een drama. Dus dan moet ze moet op schoot. Ja, en, en dan ik dan weet uh... hoe het gaat. Jouw vrouwtje lag op een gegeven moment te maffen, en Jij zit te eten met het kind op schoot. Nee, we hebben dat wel goed afgewisseld. Maar ik heb het geluk met mijn dochter, die jankt dus gewoon niet. Hè? Twintig uur in het vliegtuig zeker naar Bali. Achttien uur, ik weet niet eens hoeveel het was. Ze jankt gewoon niet. Er heel veel andere baby's om zijn, Ja, die gingen wel janken. Dan word je lijp. Ja. Dat is ah, het is, ook. kijk, al moet je zelf achttien uur in het vliegtuig dan word je al helemaal gek. We hebben een kind op je schoot. Word je, word, het no word je nog gekker? Ga je kind ook nog huilen? Dan is het ja, einde dat zoek, zeg maar. Nou, dan trek ik dat de nooddeur open. Ciao. <laughs> die derde ja, stadion hebben wij niet bereikt. Dus wij hebben geluk met onze dochter. Zij huilt gewoon niet in het vliegtuig. Ja. En ze gaat dan wel slapen en zo. Maar ja, nou, het is ja, ze wel pittig wel hoor. Uh, ja, ja. Zo klein op schoot. Ook naar Kos gisteren ook. Uh, hebben we het geluk dat er een plekje vrij was. En dan krijg je, omdat je een klein hebt, altijd wel dat plekje vrij toegediend, ja. zeg maar. Ja. Gaat iemand anders ergens anders in, dan denk ik en die kleine gewoon. Als je geen stoelriemen omhoeft, kan zij gewoon apart zitten. Want wat wat ga je doen, doen dan, want... tegenwoordig een digitale leeromgeving binnenkort je privé overal heen, joh. Hmm. <laughs> Dat Is een Wat doe je die 18 uur? Want kijk, bijvoorbeeld, ja, ik ga gewoon uh, lekker eten en ik ga filmpjes kijken, spellen spelen. Nee, spelen. Ja. Maar wat? wat kleine schoten hebt, dan kan je ook een filmpje kijken, maar die kleine die gaat tikken, die gaan welke panceren. Ja, <laughs> ja, ja, je moet wel blijven verwennen. Ja, toch? Dus je moet er echt... aandacht aandacht. Ja, die kleine verven. moet ook, die gaat op een gegeven moment ook maar een beetje mee TV kijken. Ja, je kijken ziet en altijd en mensen zo. ook op een gegeven moment dan maar door dat gangpad 86 rondjes lopen. Ga je rondjes lopen? Ja, het is gewoon echt een zware bevalling. Maar ja, je moet, er, je wil ergens een komen. zware bevalling. Ja. Ja. Het is echt. Uh... Als je het nog een keer doen dan, ik zou daar gewoon van hebben van, ja, is dat het waard? Ja, ik ik vond, het... vond het überhaupt die vlucht dan nauwelijks waard. <laughs> ik dacht al bijna van ja nou, jullie... Mali te ver weg. ik heb echt genoten bro, maar de heentere en de terugreis, je thuis me gesloopt. en denk, ja. ben ik van vakantie terug of uh, van een strafkamp? Ja, daar heb je gelijk. Ja, ja. Ik vond het het wel waard. Zeker. Ik, ja, ja. Nogmaals, echt het meest geld van mij gaat naar vakantie. Dat is mijn nummer één leuke ding om te doen. Anderen genieten van een dikke bak rijden. Uh, vind ik echt daar heb ik helemaal geen, uh, niks mee. Ik geniet van vakanties. Ja, als je ergens heen wil, ik heb al best wel veel gezien. Dus op een gegeven moment wil je ergens heen en dan is het vaak toch wat verder. Ja. 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 Kijk, mijn dochter wordt uh, bijna 2, 9 juni. Uh, en dan uh, moet ze een eigen stoel ook, zeg maar. Dus dan krijgt ze überhaupt een eigen stoel. En dan kan je niet meer boeken dat ze op scho schoot zit, zeg maar. Nee. En vanaf. Uh, er is ook een bepaalde leeftijd dat kleine kinderen nog niet mogen vliegen, toch? Nee, maar, want mijn dochter was volgens mij drie maanden. Toen gingen we al naar Ibiza. Allees. Party Island. <laughs> nou, we hebben het niet gepaard, niet met een dochter van drie maanden. Op een met zijn dochter in de hoes. We hadden een bootje gehuurd op de zee varen. Dat ja, was wel oh, leuk. Drie maanden kan dus gewoon. Ja, dat was wel leuk. We hadden een boot gehuurd. Ik heb vaarbewijs. Hè, ook twee zeg maar, dat ik op zee kan. En uh, we hadden een bootje waar je ook in kon. En dan had ik mijn dochter in, in, uh, ingelegd zeg maar, in zo'n speciale kussen. Nou, die vond het helemaal geweldig. Want je ging gewoon, ik ging niet, natuurlijk niet heel hard varen. Maar ging gewoon een Es Vedra varen. Een beetje rondvaren rond die rond pizza. Maar je hebt natuurlijk die trillingen en dat voelen ze helemaal geweldig. Die hebben gewoon alleen maar lopen slapen, man. Uh, Ligt slapen <tie> daar beneden in het pootje. Slaapgewicht. Ja. De mensen zeggen, je gaat toch niet varen met een baby van drie maanden. Fuck het joh. Ja, prima. Mensen hebben wel respect voor je. Want ik had ook, ik kwam mensen tegen ook op kos weer ze Zeiden ze zo van ja, hoe vaak? Uh... Ben je nou op vakantie gegaan? Is dit de eerste vakantie met die, met die kleine van bijna twee? Uh, want ik heb wel respect voor u, dat doe ook. je dat je dat doet zes. Uh, ik zeg nee, nee, dit zal uh, dit is het vijfde land wat ze nu is. Het zeg maar. nee, vijfde land. Vijfde. Broer, paspoort je het paspoort van jouw kind staat volle met stempels dan mijn paspoort, gek. Misschien wel. Ja, <laughs> man, misschien wel. Ja. We ben weer plekken geweest. Maar voordat we hier een ja. vakantievolg gaan maken, we gaan even Zo terug. Ja, ja, want jij bent Dus eigenlijk, want dat vond ik wel leuk. Jij deed één een op eens. Uh, zeker ook in de tijd dat wij elkaar voor het eerst spraken. Uh, toen was jij volgens mij nog een beetje in twijfel. Ja, ik kan wat digitaals aanplakken. Uh, ik wil niet zo'n uh, cursusbaas worden die, uh, die dat allemaal over de, over de balie loopt te douwen. <kugst> toen ben je er toch mee aan de slag gaan. Ik ben wel benieuwd hoe dat proces voor jou zowel mentaal als, als in uitwerking ging. Van, hoe ga je dan zorgen dat je het anders doet? Nou, daar heb ik al heel goed over nagedacht. Want ik weet ook goed toen ik, mijn, toen, ik mijn, toen ik in september 2021 begon. Toen had ik een website gelanceerd, zelf gemaakt. Het was echt fucking lelijk. En er stond op... Um, ik geloof niet in cursussen. <laughs> dus ik zou ook nooit oh, de cursus... headline gaan. Ja, dat was echt zo head, Goh, niet, boven, niet bovenaan, maar iets dat je naar beneden scrolde. Uh, en, en nu heb ik er zelf eentje, zeg maar. En het laatste wat ik wil, is als cursusbaas te koop staan. Zeg maar. Dat wil ik echt niet. Dus voor mij is het heel belangrijk dat die cursus die ik uh, gelanceerd heb, dat die echt zo waardevol is dat ik dat ook nooit kan zijn, zeg maar, als cursusbaas. En daar heb ik op zich wel een leuk verhaal bij. Want ik heb hem toen gemaakt. 10 uh, modules. Uh, ongeveer zeven uur aan beeldmateriaal, maar wel gewoon gerangschikt, zeg maar. Je kan gewoon, als je zegt, pensioenbeleggen, waar ik het vaak over heb, hè. Als je daar meer over wil weten, kijk gewoon een paar video's, ben je een uurtje verder... en dan weet je gewoon alles over pensioenbeleggen, hoe je het moet doen. En uh, heb je nog niet te maken met vermogensbelasting, box 3. Ja, dan hoeven je ze nog niet te kijken. Krijg je ermee te maken, dan pak je ze erbij. Want nou, vandaag de dag, hè, ik zet het wel even erbij, want... Nou, als ik, Kijk, als mensen over drie jaar deze podcast luisteren en hij is duurder geworden. Dan zeggen ze, hij was toch 600 euro? Hij is 597 euro nu, ex 2 uh, Wat krijgen ze daarvoor? Want hij is inmiddels veel meer uitgebreid. Je krijgt levenslang toegang. Levenslang toegang. Als je 80 bent dan... Uh... Nog steeds. Elk jaar de updates van alle video's. Dus alle wijzigingen ga ik updaten. Ik zit er allemaal erbij. Ja. Elke maand sowieso één live Q&A. Meestal twee. Met mij... Over bepaalde onderwerpen die uitkomen. Nieuwe pensioenwet binnenkort. Ja. Uh, komt uit. Ga ik live Q&A over Geen Mensen kunnen vragen stellen. Wordt opgenomen. Kunnen terug worden gekeken. Uh, ik heb laatst ook. Uh, uh, want hij heet project kennis. Hè, mijn online leeromgeving. Zo heet ik het ook Ik heb laatst project kind toegevoegd. Heb ik uh, ook gewoon voor de leden gratis. Kijk, hoe doe je nou beleggen voor je kind zeg maar. Daar kom ik heel veel bij ja, kijken. Allemaal, vet, met schenkbelasting et cetera. Uh, dus zo ben ik. Heb ik eigenlijk één product, en die ga ik gewoon, ik kennis, dan ga ik alles wat ik weet en wat ik leer, ga ik gewoon allemaal toevoegen, en die wordt steeds ja, waardevoller. Ja, ja. Voor één keer 600 euro. En ik had even het idee een paar maanden geleden, ik dacht van, weet je, ik ga er een abonnement van maken, want ik ga natuurlijk elke maand updates toevoegen, ik ga live QA's geven, dus ik krijg je er waarde ervoor. Lifetime De, access, dat is aardig wat. Naar toen heb ik een abonnement van gemaakt, van, van eenmalig 600 euro ...en dan 20 euro per maand. Uh, dacht, ja, dat is wel een mooie prijs, en ik denk, ja, dat is, hè, dat is een goede cashflow model. En toen dacht ik, ja fucking altijd. na nou, een maand, zo ben jij niet. Want ik heb echt een graf hekel aan abonnementen. Alles tegenwoordig is een abonnement. Je wordt er helemaal lijp van. Ja. Toen dacht ik, van, nee, dat ben ik niet. Heb ik het abonnement gewoon eraf gehaald. Ik heb gezegd, levenslang toegang, alsnog die 600 euro. Ja. Okay. Dus daarmee, daarmee. Ten eerste doe ik dat voor mezelf. Hè? Ja. Want hij is veel meer waard dan die 600. Ben ik 100% van overtuigd. Ik heb alleen maar positieve reacties ook. Uh, en kan ik ook nooit, denk ik, als cursusbaasje worden gezien. Want het is gewoon één keer 600 euro. En je toegang de rest van je leven. Ja. Uh, een stuk software zit er ook nog bij. Uh, die kennis krijg je erbij. Live Q&A zit erbij. Elke dingen die ik nieuw leer, komen er gewoon weer bij. Wil je ook nog evenementen gaan doen? Even, ja, maar dat, dat wordt dan wel iets anders. Uh. <lacht> 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 uh, gewoon Af... niet, niet zoals ja, wij het hebben gedaan. Niet. Maar ik zag het nog ergens staan. Dit is in de toekomst misschien ook nog Ja, Misschien wel. Ja, ja, wel. Trouwens, Jaro, ik uh, moet je wat vertellen, man want uh, je weet je weet wel dat ik uh, van hou om af en toe die wetenschappelijke artikelen in te duiken. Ja, je bent gewoon een nerd. Dat is, <laughs> dat is hoe je het zelf uh, wordt definiëren, maar ja, in jouw ja. wereld ja. Ja. Um, en ik, uh, je hebt ook zeg maar op het NCBI daar heb je allemaal van die artikelen opstaan, kun je een beetje lezen, bla bla. bla. NCBI ken ik niet. Vast een plek voor nerds. <laughs> maar Inderdaad. zijn nou vast slimme dingen. Daar, daar woon ik zeg maar. Um, maar het was wel iets uh, interessants. Want ik las zo'n artikel. Gaat dan over testosteron. Yeah. En testosteron, uh, zoals we weten. We hebben toen ook die podcast met Robert gehad. Ja, gaat zwaar naar de kloten. zwaar naar de kloten. Maar uh, testosteron is natuurlijk belangrijk voor een man. Voor hun mannelijkheid. Ja, energie, vitaliteit, al die ja, shit. Voor focus. Uh, als je bijvoorbeeld wil gaan ondernemen. maar je hebt geen energie. dan ben je half aan het ondernemen. En daarom zijn ook heel veel ondernemers altijd bezig met hun vitaliteit en zo. Ja, nog lijper. Dat bespraken we natuurlijk ook met Marijn. Dat gewoon een, een zieke daling in je testosteron kan gewoon letterlijk zorgen voor depressie. Kans volgens mij zelfs op burn-outs en shit. Ja. Gewoon zeg maar, Klopt testosteron is belangrijk ja. voor het functioneren van je lijf. Gewoon goede oh, hormoonhuishouding. Het voelen van je als man de Mannelijkheid. Juist. Nou las ik zo'n uh, artikel. En ja. uh, ik lees een klein stukje hoor. Maar dat er meer dan 100.000 mannen zijn getest. Uh, tussen de 20 en 25 jaar. En dat er in de afgelopen 15 jaar de testosteron van die 100.000 uh, man die zijn getest, kon ze altijd concluderen dat testosteron met 37% is gedaald. Ja, dat is echt doodziek. Dat was toch ook binnen er niet op vast, hoor. Ik heb dat soort onderzoeken niet zo opgelepeld als jij, maar dat weet ik voor in 1980 of zo. Testosteron van een man gemiddeld vergeleken met nu, dat dat gewoon bijna gehalveerd is of zo, toch? Dat, ja, ik durf daar... De cijfers niet precies, maar het is ziek gedaald. Ja, het is zo dat er, inderdaad, er zijn verschillende onderzoeken geweest, percentages. En het is te, natuurlijk ook heel moeilijk om te zeggen, van, ja, elk jaar 1% daling of zo. Ja. Dat kan volgens mij ook wat meer zijn. In de verschillende studies heb je daar verschillende percentages in zitten. Omdat het weer over verschillende jaren heen gaat en zo, waarin zo'n studie wordt gedaan. Ja. Maar je hebt wel vaak als iets zomaar zeg één jaar wordt getest, ja, dan kan je zeggen van ja... Dat is een jaar natuurlijk. Het is geen trend. Nee, het is geen, niet echt een trend. Maar je ziet dus dat er steeds meer studies komen. En die gaan echt spreiden over jaren. Sommige studies komen uit 1978. Waarin ja. ze daar al begonnen met zulke studies. En daarin mensen hebben getest voor hun levels. Ja. En dat ze dat nu ook weer gaan vergelijken met elkaar. En dat ze gewoon echt een diepe daling daarvan zien. Ja. Um, en het leuke... naar nou, het leuke. Ik vind dat wel leuk. Maar ik vind het wel interessant. Interessant. Um, is dat het ook is... Hey, uh, dat je... Je testosteron kan versterken door een uh, supplement en heet DHEA. Afkorting durf ik even niet te zeggen. Maar weet je waar DHEA in zit? Nee. Bij pollen. Van, Van Robertus. Robertus Nas. Robertus Nassus. Ja, want wij spraken een paar weken terug, spraken wij Robert Nas in de podcast. En een deel van de mensen die dit nu luistert of kijkt, kent hem waarschijnlijk al. Die hebben het al geluisterd. Het andere deel gaat nu die podcast luisteren. <laughs> Voor de mensen die het luisteren, het is wel het laatste gedeelte waar we het hebben ja, over. Ja, ja, maar die hele podcast is interessant. Ja, dat wel. Ja. En, maar in ieder geval, dat, wat de conclusie is daar, Robert, heeft, uh, is daar heel diep in gedoken naar aanleiding van een podcast van Joe Rogan met een belangrijke onderzoekster, uh, Jenna. Swan, een of andere mevrouw ja, Swan, ja, ja. die is daar diep ingedoken en die kwam er eigenlijk achter een aantal van de feiten die wij net noemen en een stuk dieper nog. En hij heeft het bedrijf gestart Amplifier uh, met de missie om het hormoonstelsel van voornamelijk mannen, maar ook vrouwen, te herstellen, omdat het daar dus zo slecht mee lijkt te gaan. Uh, en met Amplifier verkoopt hij het supplement uh, pijnpollen en uh, pijnpollen, daar kunnen we verder niet wetenschappelijke claims, dat soort dingen over doen want dat is in de supplementenwereld altijd een no-go, dus dat gaan we ook lekker niet doen, maar anekdotisch hebben wij wel hele leuke verhalen ja, ik weet je nog wel dat wij begonnen met dat spul te gebruiken en dat wij uh, een goede kennis van onze bericht stuurden van, yo, ben je hier bekend? Nee, want hij zit ook altijd allemaal in die dingetjes, ja. hij stuurde gelijk ja man, hele dag harde. Ja, 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 <laughs> dat ja. is wel anekdotisch uh, uh, ja, bewijs, of in ieder geval verhalen die wij veel horen van mensen die beginnen met de pijnpollen, is dat ze de hele dag uh, met een goede uh, knot lopen mm -hmm. Of uh, dat ze nachtelijke ongelukjes hebben die uh, niet frequent gebeuren. Ik ga verder niet noemen nee, hoe nee, dat nee. komt, dat moet je maar in de podcast met Robert ontdekken. Het belangrijkste is dat mensen zich naast al die gekheid ook gewoon vitaler, fitter en dat soort dingen worden. Dus in ieder geval als je het hoort van de mensen, hebben mensen hele positieve reacties. En wij gebruiken nu, hebben het een hele tijd gebruikt, toen een tijdje niet en nu weer een tijd wel. Ja. Um, en het belangrijkste is dat het voor ons in ieder geval ook gewoon goed geholpen heeft. En wat wij hebben kunnen fixen met Robert, is dat je nu met Lotgenote 10 die code 10% korting krijgt op uh, Amplifier. Die link staat verder in de beschrijving. En dan kun je voor nou, iets meer dan 25 euro kun je dit een keer proberen. Chill is dat die code Lotgenote 10 voor altijd beschikbaar blijft. Dus net als creatine, als jij het gewoon in je routine verwerkt, kun je gewoon altijd met Lotgenote 10 10% korting uh, krijgen. Dus dat is denk ik mooi meegenomen. Um, dus klik lekker op de link in de beschrijving. Daarmee support je ons. Maar nog belangrijker. Daarmee sport je je eigen pik. <laughs> niet onbelangrijk. Ja, pik. <laughs> en dan gaan we lekker door met de aflevering. De commitment levenslang betekent wel dat als jij over zes jaar, over zes jaar zegt... van Ja jongens, ik stop ermee, want mm. uh, ik, veel. ik zit gebakken. Ja. Dat er dan iemand je gaat mailen. Ja, maar Thijs, nee, dat kan niet. Nee, 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 hier heb ik goed over nagedacht, van tevoren. Uh, want ik ken iemand anders die het ook heeft gedaan en die heeft er wel uh, de fout mee. in mijn. Ja, gemaakt. Algemeen... Maar dat is het hele ding. Mensen kunnen over zeven, tien jaar kunnen ze nog zeggen, Zeker. ja, nee, maar dat is niet levenslang. Nee, maar ik heb in mijn algemene voorwaarden wel staan van als ik ermee stop, of als ik failliet ga, of als een derde partij met wie ik samenkijk, het staat op Huddle. Als Huddle ermee stopt, ja, wat kan ik dan? Ja. Yeah. Snap je, dan kunnen mensen niet meer bij die video's. Dus dat heb ik wel in die voorwaarden gezet van joh, uh, dan, dan stop ik ermee, ja. maar. Wat ik dan wel ga doen, als ik ermee stop, dan pak ik al die video's die ik gewoon op YouTube En dan kan iedereen erbij. Ik ja. kan dus nog iedereen alles zien, zeg maar. Ja. Dus ik heb wel over nagedacht. Nice. Je ah, het is wel vooral, goed. Gewoon het op, is YouTube op YouTube zijn. gewoon als op YouTube, gratisier. weet je En dan kan iedereen ja, ook man. die mensen ja. die je hebt gekocht. Ja. Ja. Kijk, die 600 euro is dubbel waard, want er zit ook nog een Nokia en no, no Pay-Op. Als je bent het eerste jaar niet terugverdiend, krijg je gewoon die 600 euro weer terug. <laughs> Neem me later een 1 op 1 traject af, krijg je ook die 600 euro gewoon terug. Dus daarmee wil ik. Gewoon voldoende bijna gratis. Is gratis. <laughs> nee, maar even serieus. Want uh, bijvoorbeeld die 600 euro. Uit 600 euro is echt best een hoop geld. Alleen het hele ding is: als ik daar vier jaar lang bijvoorbeeld gewoon elk jaar de nieuwe belastingregels weet, waardoor je elk jaar in ieder geval wel 150 euro kunt sparen, dan heb je het er al lachend uit. Makkelijk. Geen echt genie ja. te zijn. Dan hoef je niet te gaan beleggen. Dan ben je gewoon de nieuwe belastingregels op jouw belasting je aangifte even toepassen. En weer slim en even hier een sommetje en dingen. Ja, ja, het geld is niet het ding, zeg maar. Ja, kijk, 600 euro is ja, het is geld. Maar als je wel eens cursie tegenwoordig voor 2000 euro. En ik ken ze. Ik heb uh, ook wel eens Ik denk, wat de fuck krijg ik nou hier voor waarde man? Ja. Dat vond ik echt belabberd. Mm. En als ik dan zie wat ik lever, voor, hè, veel minder, plus ja. levenslang toegang, et cetera. Plus alle updates. Ja, dat is best wel een nodig. Nope Want bij vanzien. jou is het ook wel een soort van besparen van geld. En gewoon je aan de regels houden, zodat je in de toekomst geen geld gaat verliezen. Ja, maar het is ook gewoon het vertrouwen van thuis. Dat merk ik wel. Je bent niet uit op maximale winst heb ik het idee. Nee, ja, is, mijn genoeg ook... is genoeg altijd. ja precies altijd. ja ja ja. want dat is wel want we zeggen natuurlijk gekscheeren nu uh, dat je inmiddels rijk bent maar van ik vind het leuk om te zien dat jij je in dus die wereld begeeft waarin er best wel wat snel geld en uh, nou kijk mij op mijn villa in Bali bij de Noordzee uh, genieten. jij hebt dat helemaal niet. ik vind dat gewoon interessant om daarnaar te kijken hoe jij die dingen dan nou vergeet dus ook dat je zegt uh, no cure no pay dus binnen een jaar terugverdiend lifetime access dat soort dingen. dat zijn dingen waar een gemiddelde coach waar wij misschien mee spreken of zo... dat hij daar wel even twee, drie keer over nadenkt... van oké, okay, hoe uh, slim is het als ik dit beloof? Zeker, maar dat nee. maakt mij dus uniek. Ik ben ja. dus unieke, uniek hierdoor dan... dan, uh, dan ja, anderen. jij dat belooft is... het ook niet als een dat is En dat is puur een gevoelsding voor mij. van Jij belooft dat omdat jij echt wil... dat iedereen gewoon de Belastingdienst uh, een vinger kan geven. 100%. Waar ik het bij een ander bedoel... dat weet iedereen wel, die coach. Die ik ook, ja, no cure, no pay blah. Dan weet je al, ja, die coach zegt dat gewoon puur nu... om mijn gevoel van veiligheid te geven... Ja. zodat ik ga kopen. Ja. Het is een van de standaard regels, ook als je zeg maar in de coachingwereld komt. No Cure, no Pay geeft mensen gewoon inderdaad meer vertrouwen om het te gaan uitvoeren. Ja, maar nee, bij mij nog kijk, komen, maar wat is nog no sterker pay. is, vind ik een No Cure, No Pay en dan pas betalen als hij gerealiseerd is. Kijk, wat, ja. wat die coaches ik, ik weet niet of je het hebt, maar mag ik even wat ze vaak doen, het kost 5000 euro en dan zit de No Cure, No Pay op. Weet je wel. En dan moet je eerst die 5000 betalen, dan ga je dat direct beginnen en dan ja, krijg je het vaak niet meer terug. Omdat je het dan, of misschien wel terugverdienen of niet. En dan hebben ze een of andere gekke smoes. Voor ja, mij doel, is het dus wow. met één op één dan. Hè? Met die cursus kan dat natuurlijk niet. Maar met die één op één is pas achteraf betalen als het dus twee keer is terugverdiend. Dan heb ik een dubbele Nokcure NOP. Op ja. die cursus een enkele Nokie NOP. Dus 600 euro verdien je terug in één jaar. En dan moet je zelf wel wat dingen ervoor doen, natuurlijk, die ik uitleg. En bij die één op één is het dus een dubbele Nokie NOP. En dan betaal je pas als die ook terug is verdiend. Ja. Dat is het wat er is. Hé, hey, voordat we dan uh, ook eventjes verder gaan. Het is wel belangrijk om ook dan weer te melden. Nou, de link staat natuurlijk in de beschrijving voor de mensen die het nog niet weten. Zullen kopen, zeker. Um, we zijn de grootste sponsor van Verlangen Finance. Verlangen, 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 Verlangen Finance, zeker weten. We promoten dat de moeder. Sowieso. <laughs> ik heb het ook onder de andere aflevering alvast neergezet. Gewoon echt. Uh, de, en dan ga, we hebben het over de cursus dan. Hè. Ja, je kennis. Ja, ja, precies. Daarin staat alles uitgelegd. Ik heb deze week ook erin gekeken. Ik heb nog niet alles kunnen kijken, maar... Uh, want ja, je had het er net over. Hè? Als je veel tijd hebt, kan je makkelijk kijken. Als je weinig tijd hebt, gaat het wat moeilijker. Ja, kijk, je kan ik heb wel best wel dingen al toegepast, man. Pensioen uh, beleggen, ja. het zelf beleggen, het dat soort dingetjes. Ah, we hebben een tijdje. Ja. En ze is ook tegenwoordig een veel gebruikers en man gekocht, al een paar honderd. Dus dan merk ik ook dat die huddle wordt wat actiever. Weet je, mensen gaan vragen stellen. Ook echt... Volgens mij zijn er al 380 topics geopend of zo. Hmm, Sinds ja. november vorig jaar werd echt gigantisch veel. Volgens mij 380 ja, even uit het hoofd hoor. Ja. Ja. En wij hebben nu ook een uh, persoon in dienst genomen op Payroll. En uh, toen, ze, toen werd er ook gevraagd van, ja, fixen jullie eigenlijk uh, de pensioen voor mij? Weet je? Ik zei, nee, dat ga je zelf doen. Ja. Wel met, uh, met behulp van Thijs. Het systeem Thijs. Ja, het laat gewoon de video's in de video zien? Ja. Inderdaad, ja, ik ben nu zelf nog even alles goed aan het kijken. Zodat ik gewoon ja. scherp weet inderdaad hoe het allemaal werkt. En dat het nog een keertje voor mij zelf ga nalopen. En dan ga ik gewoon hem uh, ja, ja. inderdaad de video's laten kijken. En dat ik hem er ook een beetje kan aansturen waar nodig. Want kort hè, want die link zat er in Wat zit er nou precies allemaal in? Want jij zei net al, hè, pensioenbeleggen, uh, box drie vermogen. Maar dat zijn natuurlijk best wel uit elkaar uiteenlopende dingen qua ja, relevantie. Zeker. Dus het is een heel breed pakket, zeg maar. Uh, we hebben het, het zijn tien modules, inmiddels elf modules. Maar ik dan nou, toevallig twee weken geleden uh, en voor wie? Leggen Als we daarmee beginnen? Voor wie is het interessant? Voor mensen in loonings, zzpers, maar ook bv. Alle drie. Het is echt universeel gemaakt. Zeg maar. wereld. Zeker iedereen we in Nederland kan. wonen denk ik. Ja, wel, zeker. Dat is heel belangrijk. Wel, Nederland belasting betalen. Sorry voor ja, ja. alle Belgen en Duitsers. Die krijg ik ook alles in de DF. Ja, gewoon Nederlanders die dan in Duitsland ja, wonen, precies, zeg maar. Ja. Uh, maar het, is, het gaat dus over hoe werkt het box 1 belastingstelsel? En hoe kan je dus je box 1? Hè, dus je inkomen, je loon, hoe kan je dat verlagen? En de mensen denken, ja, ik heb toch mijn loon en betaal van belasting over. Nou, zijn er zijn mogelijkheden om dat te verlagen. Het gaat over box 2, dus dat gaat over je BWE je holding, zeg maar. Hoe kan je daar slimme om gaan lenen van je BV bijvoorbeeld? Box 3, vermogensbelasting gaat het over. Beleggen, module 4. Hoe ga ik nou beleggen? Hoe doe ik dat op de slimst mogelijke manier? En volledig geautomatiseerd. Dus het kost helemaal geen tijd als je één keer instelt. Uh, pensioen beleggen en pensioen. Hoe kan je nou je pensioen optimaliseren? Hoe kan je daar belasting halen Hoe kan je gewoon een goed pensioen krijgen, zowel als werknemer, maar ook als ondernemer, zeg maar. Uh, het gaat over erven en de belastingen daarbij. Over schenken. En hoe kan je dus schenkbelasting voorkomen? Uh, het gaat over vastgoed. Het gaat over hypotheken. Vermogensplanning, dat zijn de tien modules dan totaal. En dat heb ik recent twee weken geleden toegevoegd... beleggen voor je kind. Want daar kom ook veel bij kijken. Hè? Met rekening aanmaken op... Haar, zijn of haar naam. Hè? Dan zit je met schenkbelastingen. Uh, hoe doe je dat beleggen? Hoe doe je dat ook weer automatiseren? Alles wat ik uitleg moet wel geautomatiseerd kunnen worden. Want kijk, mijn type A-klant, waar ik altijd op eind zeg maar een druk iemand. Die weet van, ah, ik moet iets met beleggen gaan doen, vermogen bouwen. Maar het moet geen tijd kosten. Dan ja. ben je bij mij op het juiste adres, omdat je alles kan optimaliseren. Ja. Automatiseren. Luister, ja. voor dit hè. Dat vind ik zeg maar, het vette aan wat jij nu zeg maar laatst laatste jaar hebt ontwikkeld. Eerst was het gewoon van, ja, eerst moet ik gewoon klanten krijgen. Dan ja. ga ik hem gewoon helpen. En dan zit je nog heel wat te kijken van, ja, wat is mijn A-klant? Zijn dat de ondernemers? Zijn dat de ja. mensen in loondienst? Zeg maar, waar we ook naartoe gaan schrijven? Uh, nu heb je gewoon fucking veel klanten. Uh, je hebt nu ook die cursus erbij. Daarin staat eigenlijk het fundament om gewoon echt een goed pensioen op te bouwen. Ja. Want je had ook één voorbeeld. Uh, en dat hebben we in de vorige aflevering ook aangehaald. Maar als jij bijvoorbeeld de manier waarop jij belegt, gaat beleggen... Uh, in tegenstelling tot andere banken, als je bij hun gaat beleggen. Ja, maar die kosten. Dat, dat kan gewoon 4 ton schelen of zo over ja, de zeker. jaren heen. Ja, zeker met de kosten. Ja. Ja. ja, en dat vind ik wel echt lijp. Ja, die machine gaan we straks even aangooien. De Thijs-Weetjes-machine. Want dat is ja, denk ik hetgene waar iedereen die de podcast geluisterd heeft, vorige keer het lekkerst op gaat. Ja. Want dat vind ik gewoon tof. 1. Dus kun je ook aan gewoon jou. terugluisteren, Want ik geef ook alles echt in die podcast-aflevering. Ja. 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 ja, en daar ja. En heb ik ook een link me. neergezet. Hè? Ja. <laughs> daar ja. heb ik ook gewoon een link neergezet. <laughs> dus mensen kunnen het niet vergeten. Mensen kunnen ja, ja. En we hebben natuurlijk de Picasso, die kunnen we zo meteen ook behandelen. Ja, want dat vind ik leuk. Dat is een kaas. Want jij, de dat is eigenlijk metone. altijd als we jou spreken: dan... Uh, kijk, de Belastingdienst, uh, de manier waarop ze vermogen belasten. De Hugo de Jonge, dat heeft elke ondernemer wel meegekregen, denk ik. Het uh, verandert continu. Dan zijn er weer nieuwe plannetjes. Dat is ook mensen die jou volgen op Instagram. Dan zit er weer een krantartikel met weer een of ander achterlijk idee. Laatst een tijdje terug deelde jij ook iets dat. Dat ze bijna communistische plannen soms hebben. Ik vind het leuk om te zien hoe jij daar continu mee bezig bent. Maar vooral welke casus jij daaruit uittrekt. En jij kwam hier aan met, je noemde het jouw Picasso. Ja. Dit, is, dit is de Picasso van Thijs. Heel veel mensen vragen zich af: hè, van, uh, moet ik nou naar een Dubai verhuizen? Moet ik vertrekken naar, uh, naar een Monaco of whatever? Om een beetje belastingtechnisch niet volledig verkracht te worden. En uh, ja, jij vertelde me net dat uh, dat je uh, miljonair kunt zijn in Nederland en uh, zo goed als de belasting uh, kunt. Ja, aardig uh, belastingvrij ben. Je. Ja. ja. Van ja. hoeveel geld zeg maar? Hoeveel geld kan je zeg maar? Omzetten, belastingvrij. Volgens uh, je hebt methode ja, dat is moeilijker dan dat zeg maar. Maar het gaat uh, om het uh, 1,8 miljoen euro als je het in je BV hebt, zeg maar, in je holding. En dan denk je 1,8 miljoen euro, dat is een hele hoop geld. En ja, dat is ook heel veel geld. Ja. Maar kijk, als je weet ik voor tien jaar ondernemen, je hebt 10 uh, jaar uh, 180.000 euro over. Dan kan je dat naar je holding stoppen, zeg maar. Of wat doe je er 20 jaar over? maakt even niet uit. Uh, maar dat is wat ik uh, op dat blaadje heb gezet, zeg maar. En ja, dat noem ik wel eens met Picasso. Maar dat is gewoon een Excelletje En daar heb ik allemaal lekker zitten rekenen. Ik vind het heerlijk om gewoon, dat doe ik dus ochtends vroeg hè. Als ik wakker mm -hmm. ben, pak ik een bakje koffie en dan ga ik gewoon zitten rekenen. Hoe kan ik dus een beetje hè, belastingtechnisch, gewoon alles leuk doen. en? erbij zitten en toen heb ik dit zeg maar ontwikkeld uh, en het is helemaal geen rocket science het is ook niks nieuws het, waarschijnlijk anderen die, die komen het best wel bekend voor maar ook heel echte fiscalisten dan zeg maar hè, of accountants uh, alleen echt naar buiten brengen doen ze dit niet uh, maar met <laughs> deze methode die ik daar heb uh, ont, uh, ontwikkeld zeg maar of wat ik daar neer heb ze je zo'n 4100 euro netto per maand ja 4100 uh, inflatieproef de rest van je leven met een vermogen volgens mij van Bijna 2 miljoen, denk ik, onderaan de streep zonder vermogensbelasting te betalen. Mm -hmm. Belastingdruk in je BV is 0%. Box, box 3 is ook 0%. En je belastingdruk in box 1 is 14%. Je ja, hebt 2 miljoen vermogen, heb je 4100 euro net per maand. Inflatie proeft de rest van je leven. En uh, uh, heb je ook geen eigen hypotheeklasten meer. Die zijn er al vanaf, zeg maar. Dat zit dan in je BV verwerkt. Nou, hè? Als jullie 4100 euro net per maand hebben, pak even jouw koen, heb je, dan heb je dan zit je er aardig goed bij, toch? Ik Zonder hypotheeklast, hè, dus je betaalt ja. nu al huur van netto, 1300 euro. Die heb je ook al niet meer dan. Hè? Geen bruto, maar netto. Netto, netto. Ja. Toch? Jazeker. Kan ik ja. daar nog een beetje naast beunen om het nog wat op te krikken? Ja, als je blijft werken, dan wordt het alleen maar meer natuurlijk. Juist. Maar je hoeft niet eens meer te werken. Cool. Ja, dat is, gewoon, dat is het passieve inkomen waar mensen het altijd uh, eeuwig en exact. altijd over hebben. En dat kan je met dit bereiken. En kijk, voor sommige mensen is 1,8 miljoen euro is veel geld. <laughs> Maar tegenwoordig heb ik heel veel klanten. <coughs> laatst ook een jonge gast van 28, die, uh, ja, die verkocht dan honderd wereldwijd. <coughs> ja, die had een winst vorig jaar van 900.000 euro. Winst. Ja, dan is het twee jaar en naar Chaveau. beden. ja, dat wil wel. Winst, hè, na belasting. Dus dan is het twee jaar en naar beden. En, en laatst had ik ook een ondernemer met uh, koffietentjes. Nou, die had een winst van 400.000 euro vorig jaar. Nou, dan is het uh, 4,5 jaar, zeg maar. Dus heb ik het... Voor heel veel luisteraars zal het heel veel geld zijn. en Voor mij ook heel veel geld, voor jullie ook heel veel geld. Ja, maar dat is ook het doel. We hè? hebben ook de tijd. Hè? Daarvoor wil je ook ondernemen. Enerzijds exact. om ook daar gewoon aan te knallen en uh, dat maar op te bouwen. Maar wat het, het, het nadeel is bij heel veel uh, ondernemers is... En dan pak ik even het voorbeeld van die man met die koffietentjes. Hij heeft dus twee koffietentjes in Amsterdam. Nou, 400.000 euro winst. En heel veel geld komt elke keer in die holding weer terug, zeg maar. En dan denkt hij, ja, wat ga ik nou met dat geld doen? Ja, dan weet hij niet. En dan doet hij dan. Ja, dan gaat hij nog maar een derde koffietentje openen. Ja. Zo denken ondernemers hè. Je hebt ja. twee spelletjes: het inkomenspel en het vermogenspel. Ja. De tweede, daar ben ik in thuis. De eerste, het inkomenspel, dat kan ze ondernemer zelf doen. Ik ga jullie niet vertellen hoe je geld moet verdienen met die podcast. Dat moet je zelf weten. Nee Snap je? Ja. Dus kijk, die ondernemer denken, ah, dat doe ik nog een derde uh, filiaal erbij. En weer een vierde. En zo doet hij een beetje zeg maar, uh, vermogen opbouwen. Ja. Maar je kan ook met het geld dat bij die holding komt het naar privé lenen en dan dat uitvoeren, zeg maar. Ik zal het zo een beetje uitleggen. Want dat met dat inkomen wat jij zegt, hè, met die koffietentjes... dat is ook vaak hoe ondernemers zichzelf vertellen dat ze pensioen opbouwen. Ja. Maar wat we net iets te vaak zien gebeuren... is dat dan uh, twee jaar voor je pensioen je bedrijf in elkaar flikkert... en dat je dan de rest van je leven in de bijstand zit... terwijl je heel exact. je leven in de pleurs hebt gewerkt. Exact. Een klein beetje vermogen opbouwen is wel verstandig. Exact. Maar wat wel heel veel ondernemers wel weten... die uh, bijvoorbeeld uh, wat ik wel merk bij mijn klanten dan... Ze willen er wel iets bij hebben, wat ook nog passief inkomsten genereert. om maar in te dekken uh, dat, mocht er iets gebeuren met de zaak. Ja, dat ze dan toch een inkomst hebben. Kijk, zoals jullie, stel, lotgenoten wordt nu, weet ik veel. Het wordt uh, Spotify, Cancels. band jullie, Spotify yes. en YouTube. Ja. Huh? Heb je toch wel een beetje een probleem? Hebben op zich best een uitdaging. Snap je? Dan heb je geen inkomsten meer of bijna niks. Ja. ja, dan een rumble. stel je hebt er dan toch wat bij zitten: bijvoorbeeld een paar vastgoedpanden of weet ik veel wat, waar je passieve inkomsten uit krijgt. Los van jouw bedrijf, dat geeft heel veel financiële rust. Dus als je dat hebt bereikt, en je hebt 4100 euro netto onderaan de streep en niemand kan daar meer aan zitten. Hè? Zo goed als niemand, behalve de belastingdienst, als ze alles weer gaan wijzigen. Het is gebaseerd op de regels van het heden. Uh, ja, dat is lekker ondernemen. Toch? Dan, kan je, dan denk je, ik, nou, ik heb zin om een podcast te doen. Nou, dan bel je iemand en die komt hier zitten en dan ga je een podcast doen. Maar het hoeft niet per se meer. Snap ja. je? En dat is het voordeel. Dus als ik dit uitleg aan een ondernemertje bij mij koop. Maar dit leg ik alleen uit aan mensen die een BV en een holding hebben. En ook de potentie hebben om dit ooit te kunnen bereiken. Ja. Maar de meeste mensen met een BV en holding verdienen al 150k per jaar winst. Ja, nou, anders ja. ga je niet over naar, of ondertussen 100 en 150k winst ga je over naar een BV. Dus dan kunnen ze dit al bereiken binnen een x aantal jaar. Snap je? En dan leg ik dit dus uit. Kijk, ik ga dit niet uitleggen aan iemand in loondienst of in een ZZP'er. Maar dat nee. is ook een mooi van één op één. Het is altijd maatwerk van iemand in loondienst. Ja, ik kan het wel uitleggen, hij snapt er geen reet van. CEO'tje misschien? Ja, ook niet. CEO'tje. Die zijn ook in loondienst, die kunnen er ook niks mee. Oh, die ah, je moet, je moet natuurlijk holding, BV's, dat de soort zaken. Ja, ja, ja. ja, eventueel zou een CEO kunnen. Ja, die een holding kunnen opzetten. Ja, en een manier, alles daarin, dat zou, dat zou eventueel nog kunnen. Maar dat en is Voor, voor mensen in loondienst, uh, die hebben hier niet zoveel aan. Maar ondernemen. Maar bijvoorbeeld hebben ze wel, misschien sommige jongens hè, die dit kijken inderdaad, die zijn nog aan het werk net als jij eigenlijk had de situatie ja, ja, ja. vorig jaar. Ja. Uh, is het ook zo dat die mensen ook naar jou toe kunnen, kunnen komen, zeg maar? Zeker, ik heb tegenwoordig ook nog. Kijk, als iemand in is komt, en volgens mij twee weken geleden had ik ook nog iemand in loonies, die kunnen bijvoorbeeld kunnen ook nog heel veel dingen bereiken met middeling, met pensioenbeleggen, dat soort dingen zeg maar, Want heel veel mensen in is hebben vaak ook nog wel best wel een flink pensioengat, als ze zich niet bewust van zijn. Ja. Um, nou die kan je ook weer opvullen met allemaal belastingregels. Dus die, die kunnen ook naar een één op één komen. Maar die kunnen ook gewoon die keurs kopen. Daar ben ik uh, eerlijk in hoor. Dat maakt mij niet heel veel uit. Ja. Ja. Hey, twee vragen. Uh, enerzijds, dit is voor 1,8 miljoen. Hè. Dan heb ik 4100 euro netto per maand. Dat kan ook maar minder. Hè. Ik ben een inhalig ventje. <laughs> kan ik ook 3,6 doen en dan uh, 82? Als je 3,6 doet, dan moet je wel vermogensbelasting gaan betalen. Mm. Dit is precies een randje ja, dat je nog ja, geen ja, ja, vermogensbelasting ja. hoeft te betalen. Okay, dus dit is vermogenstechnisch qua belasting. Dit is belastingtechnisch. Dit belasting is het, het ultieme ja. wat je kan bereiken in Nederland. Vermogensbelasting is boven. Boven de 57.000 euro. 57.000, ja, ja. Als je alleen bent. Ja, als je alleen bent. Als samen ben 114.000. Daar hebben we het over een vermogen van 2 miljoen en toch betaal je geen vermogensbelasting. En inkomen ja. is boven de 72 zei jij. Of, uh, in box, box 1. Nee, je loon 1. zeg maar, tot dat en met 73.000 euro betaal je 36,93% belasting. Elke euro meer dan 73.000 euro betaal je 49,5% belasting. Laten over. we dan eventjes ook gelijk daar iets dieper in duiken. Want ik Ieder. weet, we hebben dat eerder in gewoon meer de basis van, we hebben dit eerder over verteld in andere afleveringen. Voor de mensen die dit nog niet hebben kennis, zeg maar, kun je kort even uitleggen. Wat het verschil tussen box 1, 2, 3 is ja. en uh, waarom dat belangrijk is. Kijk, je hebt, zeg maar, je hebt drie boxen in Nederland. Box 1, daar valt je inkomen in, dus vanuit loondienst. Uh, daar valt je ZZP-winst in, zeg maar. G, uh, of... VOF. VOF, inderdaad. Of je DGA-salaris vanuit je PV. Dat is allemaal box 1. Dus gewoon je, je lonen en je winsten, zeg maar. Ja, daar betaal je dus belasting over. Wat ik net zei: die percentage die jij vroeg. Uh, om dat te verminderen, kan je dus hypotheekrente aftrekken. Kan je ervan aftrekken. Je kan gaan pensioen beleggen. Dat mag je ervan aftrekken. Uh, nou, dat zijn eigenlijk wel de twee grote dingen, zeg maar, om het even makkelijk te houden. Dus dat is box 1. Daar zit je inkomen in. Uh, ga je als ZZP'er heel hard, ga je vaak naar een PV toe. Dan kom je in box 2 terecht. En box 2, dat is gewoon een PV een bedrijf, een rechtsvorm, BV en een holding erboven. Twee BV's heb je vaak. Eén BV is geen BV, zeggen ze wel eens. Uh, je hebt altijd twee BV's. En dan heb je dus gewoon, die ZCP is zeg maar die onderste BV, je werk BV. En die factureert dan gewoon alles. Eerst deed je dat vanuit je ZCP, maar dan doe je het vanuit je werk BV. Er komt dus omzet binnen, kosten gaan er vanaf. En uh, daar hou je wat over in die BV. En dat kan je dus belastingvrij, dat noem je interim dividend, overmaken naar je holding. En dan heb je geld in je holding. En daar wil je zoveel mogelijk geld hebben. Want dat is leuk hè Kijk, ik zei net toch, je hebt het inkomensspel en je hebt het vermogensspel. Met die, deze structuur is eigenlijk zo. Die werkpv moet je zelf regelen. Dat is het inkomensspel. Stort het naar je holding en dan heb je het mijnspel, zeg maar het vermogensspel. Dus daar kunnen we mooi die onderscheid in maken. Uh, maar ik heb ook wel eens ondernemers die dus helemaal niet weten dat ze dat belastingvrij naar hun holding mogen sturen. En dan laten ze alles in die werkpv staan. En ja, dat wil je het liefst zo min mogelijk hebben. Alleen je werkkapitaal. Nodig heb hè, voor de dagelijkse dingen. En de rest moet je allemaal naar je holding sturen, het liefst. Want het heeft ook met aansprakelijkheid te maken. Hè. Dus weet ik veel, worden jullie aangeklaagd. En moet je een miljoen boete betalen. En dan kan je die BV laten klappen, die werk BV. En dan heb je je geld nog bij je holding veilig staan. Mit je er echt een potje van hebt gemaakt, dan kunnen ze ook daarboven komen hoor. Uh, maar in theorie niet. Um, maar vanaf, je moet alles in je holding krijgen. En vanuit taken en dan leuke dingen doen. En dat is dat excelletje wat je daarvoor hebt liggen. Komt zo wel op. Maar dat is dus de BV. Hè. En dan heb je wel, zeg maar zo, jij bent eigenaar. Je hebt de aandelen van dat bedrijf, van die BV. En daar krijg je dan een dga slaar voor. Directeur Groot Aandeel Salaris. En dat is minimaal 51.000 euro. Die keer je dus uit. En die komt eigenlijk weer in box 1 terecht. Zo moet je dat zien. Je bent mag eigenlijk je weer gewoon in jaar, loondienst van je eigen bedrijf. Mag je het eerste jaar ook nog wel een beetje mee uh, schoemelen en doen? Heb ik gelezen. Dat als je bijvoorbeeld het eerste jaar, je begint ja. net en je zit op 36.000 of Zeker, zo. Zeker, dan, dan mag nog, het lager. Knippen knijp ze nog wel als je er overheen gaat, dan moet je die 51 minimaal aanhouden. Ja. Uh, en... Het Liefst wil die ook zo laag mogelijk houden. Je moet wel kunnen verantwoorden, want ja, die valt weer in die box. 1 en dan betaal je dus 37% belasting over. En datzelfde, box 1 is de duurste belastingbox die er is. Zeg maar ja. Casusafhankelijk, afhankelijk, maar in Theorie bijna voor 5%. Voor, van de meeste. En wie zijn de mensen die daar het meeste in betalen? Mensen in loondienst. Lage en middenklasse, oh, zeker. Ja, dus zeker. dat is wel mooi om te zien. Hè, dat ze altijd denken dat uh, dat. Weet ik dat de overheid er is voor de middenklasse en zo. Maar de middenklasse wordt door de belastingdienst finaal gemaakt, zeker ook de grootste groep ja ik snap het wel dat daar uh, het hoogste is van de ja. alles het meeste binnen ja, ja maar belasting is ooit hè, voor kleine geschiedenisles maar volgens mij ooit ingeroepen in de wereld om juist de mensen met veel geld te belasten zodat de mensen lager uh, ja. er beter uitkwamen ja, het... dat hebben ze wel, wel, wel mooi vroeger, op zijn kop gedraaid met de tijd was er gewoon vroeger van oké okay, dat, uh, dat je een koninkrijk hebt en een koning gewoon geld kunnen uitgeven voor hygiëne voor wegen voor soldaten dat ze gewoon geld nodig hadden en de massa moest gewoon daarvoor payen. Dat is gewoon nee, maar dat is ooit begonnen met rijke taxeren, man. Ooit echt de geschiedenis van belasting. Dat weet jij waarschijnlijk beter dan ik. Ja, dat weet ik volgens wel. mij is de geschiedenis Je van belasting mannen, is ooit uh, volgens mij in Engeland of zo, ergens, uh, ergens rondom Europa. Volgens mij was het voor de peasants. Eerste belastingstelsel. Nee, het eerste belastingstelsel is verkocht aan de peasants. Onder het mom. Uh, dan gaan we de rijke taxen. Hè, en dan wordt het allemaal eerlijker verdeeld. Ja, ja. En dan worden jullie beter van. Was dan het de daarna... Marketing? Nee, nee, nee. Dat was dat in was het begin het ook wel door? zo. Maar dat was, het heeft gewoon niet zo heel lang geduurd. Okay, want rijken ja, ja. hadden macht, et cetera. En die hebben gewoon vrij snel gezegd, fuck die shit, ja, flip no -no. it. Ja. Weet je wel, ja doe ook een beetje mee. En dan uh, op een gegeven moment is het geflipt. Dus dat is wel interessant. Dat is ooit, uh, ik moet maar, ik door ga door er nog een keertje goed in verdiepen. Dat is leuk, dat als jij dat goed weet. Ja, ja. ja. Ik wil me dan al, het staat er ergens op mijn to-do-lijst ook wel. Ook nog? Ja, zeker. op ja, to-do-lijst. To ik snap wel dat jij je to-do-lijst leuk vindt, hoor. Zulke dingen zijn wel leuk om gisteren eens na te doen. Ja. Ja. Maar dat was dus, even terugkomen, box 2. Ja. En dan hebben we natuurlijk de laatste box, box 3 en dat is gewoon waar je vermogen hebt, hè, vermogensbelasting en die is sinds dit jaar heel hard op de schop gegaan, boven de 57.000 euro als je alleen bent moet je vermogensbelasting gaan betalen, ben je een spaarder en heb je meer dan 57.000 euro dan valt het allemaal wel mee, heb je belegd geld zeg maar, hè, vastgoed, aandelen, goud, crypto, dan word je echt wel flink belast. Is dat nou of, fictief rendement inmiddels, et cetera, et cetera? Dat je daarvoor moet betalen. Ja, 6,17% gaan ze vanuit. En daar moet je dan ja. 32% van betalen inleveren. Uh, volgend jaar wordt die 32 33%. In ja, het jaar wordt dat 34%. Dus dat loopt nog een beetje op. Maar effectief is dat dus ongeveer heel makkelijk rekenen, 2%. Hè? 32% van die 6,17, is dus 1,94 uit mijn hoofd procent. Dat is dus wat je elk jaar in moet leveren als jij bijvoorbeeld uh, nou, ja, veel makkelijker ik 157.000 euro aandelen heb. Hè. Dus die 57.000 euro betaal je niks over, die ton, daar moet je dan 1,94% per jaar over aftragen. En als mensen denken van ah, dat valt wel mee, een kleine 2%. Maar box 3 vermogensbelasting is de enige box waar je dus over hetzelfde geld elk jaar opnieuw weer belasting moet betalen. Kijk, als je nieuwe winst hebt, dan moet je daar belasting over betalen. Dat is logisch. Maar als ik een ton heb, betaal ik daar belasting over in dit jaar. Ja, erop heb ik nog steeds die ton daar staan. Weer belasting betalen, jaar op, weer. En je moet elk jaar opnieuw over dat vermogen. Ja, belasting betalen Als je niet rendeert, loopt die gewoon leeg. Ja, wel bij een uh, box 2 is. Zeg maar, je maakt een jaar winst, ton die ton staat er nog. Ja, dus jaar daarna ja. wordt die niet weer belast en zo. Die kan je nee, gewoon nee. voor de rest van je leven laten staan. Niet heel slim, maar dan gebeurt er niks mee. <laughs> nee, maar exact dat ja, zeker. Ja, en dat is box 3, dus en dat zijn dus de drie belastingboxen. En we worden iets, wordt altijd belast in een van de drie boxen. En als je dat trucje een beetje door hebt, dan is het heel leuk. Uh, want bijvoorbeeld, uh, nou, pensioenbeleggen zei ik net al, het zijn ook beleggingen. En Ik zei net, beleggingen worden tegen 6,17% rendement belast. Maar dat is niet waar, want pensioenbeleggingen, die zijn vrijgesteld van box 3. En hoe komt dat? Omdat het geld wat jij stort, afhankelijk is van je inkomen in box 1, en dat mag je ook aftrekken van je inkomen in box 1 en wordt later weer belast in box 1. En het wordt in één van de drie boxen belast. Dus oké, okay, pensioenbeleggen, het wordt belast, of het voordeel en de belasting zit dus in box 1. Het is altijd in één van de drie boxen. Het zit dus in box 1, dan nou, is het vrij van box 3. Heel ja, makkelijk. Dus het voordeel box daarvan box is betaalt. meer van, nu hoef je geen belasting erover te betalen. En als je met pensioen gaat, dan moet je wel belasting erover betalen, ja. maar dan is dat minder belasting. Dan is het minder belasting, ja. En het is dus nu ook, je vermogen op, maar je, dat ver, daar ver, vermogen betaal je niet over. Kijk, kijk We hebben het net over een ton <coughs> bijvoorbeeld, en dan 2%, hè, 2000 euro per jaar. Uh, maar als je een ton hebt bij aandelen betaal, dus die 2000 euro per jaar, heb je ook nog een ton bij pensioenbeleggingen staan daar is niet die 2000 euro per jaar over Terwijl als je die dus 2 ton had in belegging, was je 4000 euro per jaar kwijt. Kijk, en als je, dat, als je nog, kijk, pensioenbelegging komen pas later vrij. Hè? Uh, dus als je dat gaat rekenen, zeg maar, 30 jaar verder, 25 jaar verder. Ja, dat is echt een hoop geld hoor als je dat vermogensbelasting allemaal meeneemt. Dus dat is de eerste winst. De tweede winst is je mag aftrekken tegen je inkomen nu, die hoger wordt belast, waarschijnlijk later dan wanneer je het uitlaat keren. Dus daar zit je tweede winst in. Ja. Dus ik ben groot voorstander van pensioenbeleggen. Nou, de meeste mensen weten dat wel van mij. Uh, maar dat heb ik in die vorige aflevering uitvoerig ja, dat allemaal uitgelegd. Uh, ja, dus ja, kunnen ze ja, beter ja, dat ja, terugkijken, ja. anders wordt het een herhaling. Precies. En bijvoorbeeld uh, met je Picasso-methode. Ja. Heb je wel uh, vastgoed ook. Zeker. Dus wat ik ja ja. daar heb gedaan, dat is wel leuk voor de mensen met een BV-holding die nu luisteren. Ik zal het gewoon een beetje uitleggen vanuit mijn hoofd. Dus ik zal. Uh, ja, ook een papiertje hebben. Nee, nee, ja, nee. Ik ken hem wel aardig uit mijn hoofd. Uh, ja. Ja. Houd maar, joh. Nee, ik kan het toch niet lezen. Het is veel te klein geworden. Het Excel is veel te groot. <laughs> ja, je moet zo uh, goed kijken. <laughs> het idee is wat ik heb bedacht. Ik heb het wel bedacht. Maar het, 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 je kan dit is het allemaal, jouw -methode. Jij bent geniaal. Ik doe Jij altijd dit bedacht. Het, uh, ik, als je dit hebt bereikt, dan nee, het ben je binnen. Je en het leuke is, uh, Einstein, het leuke is Michael Pilasje zei het bij jullie in de podcast ook. Hè? Je, ik kan het herinneren. Hij zei iets van, joh, als je nou gewoon holding hebt en je leent daarvan, dan ben je je eigen bank. Ja, 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 ja. Dat heeft hij gezegd. Dat ja. is eigenlijk precies wat ik hier doe. Dat vond ik nog wel een leuke van... Dat merk ik naarmate ik verder in het ondernemen uh, rol. Uh, wij hebben, als ik een beetje kijk naar onze luisteraarverdeling, is er een deel heel vermogend, een deel net beginnend en een stukje daartussen. En ik merk dat het stukje daartussen, waar wij nu in zitten, zeg maar, dat je ook de mensen die je spreekt, gaat steeds meer. Ja, man, hoe heb je dat in die holdingen gepositioneerd? En die leent naar die. En als je dan een holding hebt waar je alleen het leent, dan kan je alleen betalingen naartoe doen, maar weer niet uit. Het is interessant. Holdingstructuren en gewoon slim met BV's opgaan is een van de grootste gespreksonderwerpen bij mensen met centen. Ja. En dat merk ik nu steeds meer. Van oké, okay, dat spel begrijpen is echt belangrijk als je ja, dus belastingtechnisch gewoon in ja, ja. Nederland lekker wil zitten. Ja, kijk en dan kijk, ik ben aardig thuis in die structuren, maar ik heb nou, nu een compagnon waar ik al voor de podcast even zei, die is accountant tien jaar lang geweest, die is nu bij mij erbij. Ja, Later dan die klant met die koffiezaak, zoals je net zei. Ja, dat was niet normaal, man. Hij heeft ook heel veel tips gegeven qua die BV-structuur. Kijk, Ik weet daar aardig wat van. Maar hij weet er nog meer van. Ik heb geen tien jaar accountancy achtergrond, zeg maar. Uh, ja, die, die man met die koffiezaak ging naar huis met een belastingbesparing van 50.000 euro. In één dag gerealiseerd. Ja, dat is natuurlijk sick. Die man is helemaal blij, jongen. Die heeft nog gebeld laten. En uh, stuurde allemaal berichtjes nog. Ja, dat, dat soort klanten is geweldig om te helpen. Ja. Heeft hij wel gelijk geïmplementeerd? Alles? Zeker. Ja, zeker. Hele, maken, tijdens een hele dag maken hebben we een Wordfile op het grote scherm. Maak alle notities, alle te dos zetten. We schuiven helemaal uit. Gaan we op het eind helemaal doorheen. Begrijp wat die staat. En dan gaan ze daar, dan gaan we of dingen hebben. Heel vaak hebben we dingen al uitgevoerd. Pensioenbeleggingen, account aanmaken, instellen. Beleggen, et cetera. Uh, sommige belastingdingen, ja, die moet je eerst even altijd even met je accountant over hebben. Hè. Wij zijn niet iemands accountant. Uh, maar dat is wel heel hele leuke. Dus met die BV en die structuren. En, en daaronder ligt, zeg maar, kan je heel veel doen. Maar voor nu, wat ik hier neer heb gezet, hou het gewoon makkelijk. Kijk, je hebt gewoon je BV, je werkmaatschappij en je hebt dan een holdingmaatschappij erboven. Ja, je hebt je werkbV, daar worden de centen verdiend. Bijvoorbeeld 2 ton omzet, 50.000 euro kosten. Hou je 150.000 euro over, moet je 19% winstbelasting betalen. Nou, dan gaat er nog 30.000 af, even afgerond. Hou je 120 over en die 120.000 die kan je dan naar je holding toesturen, belastingvrij, interim dividend. En dan staat 120.000 euro in je holding. Ja, jaar 1. Dus die staat er altijd. Wat je net al zei, als al Lime 10 jaar staan, staat er nog steeds 120.000, je wordt dat niet meer belast. Niet uit, ja. Maakt niet uit. Nou, doe je dat een x aantal jaar, dan loopt dit geld natuurlijk op. En dat is het hele doel. Hè? Dus je laat dit geld oplopen. En op een gegeven moment, als dat, uh, nou, laat zeggen, 2,5 ton is geworden. Nee, ik ga het makkelijker maken. 233.000 euro is dat geworden. Want dit zijn de getallen die ik hier heb staan, die weet ik een beetje uit mijn hoofd. Dus op een gegeven moment is dat in je holding 233.000 euro geworden. Dan kan je dat geld lenen naar privé. Vanaf 233.000 euro. Nee, dat kan al vanaf een euro. Vanaf een je kan een euro ja, al een tientje. Ja. Dat is niet slim. <laughs> <laughs> maar het kan wel. <laughs> en, uh, en dat klinkt heel leuk. Dus, ja, dus eigenlijk heb je daar een. Je holding is ook gewoon een BV, is een bedrijf met geld. En een bank, wat is een bank, is ook gewoon een BV of een NV met geld. En het is eigenlijk gewoon een, je eigen bank, je persoonlijke bank. En nu komt het leuke. Kijk, je hebt dus daar 233.000 euro staan. Jij denkt, van, nou, ik wil nu. Vastgoed kopen, want dat is dan wat ik wel zeg. Ik koop daar vastgoed van. Uh, maar het kan ook gewoon uh, 3,5 ton zijn, zeg maar. Ik pak nu even 233.000 euro. Uh, maar met die regels van Hugo zou ik eerder kijken. naar wat grotere panden hè, vanwege de vrije sector. Daar ga ik nu helemaal niet te veel op in. Dus pak je pand voor 3,5 ton ook prima. Maak even niet uit. Zeg gewoon getallen. Je leent 233.000 euro naar privé. Dat is niks anders dan het gaan overmaken naar privé. En dan maak je een leenovereenkomst met jezelf. Hoeft niet eens via de notaris. Tenzij het voor je eigen woning doet. Maar dit is voor dingen anders dan je eigen woning. maak je een leenovereenkomst met jezelf. En dan staan de zekerheden in. Wat is het onderpand? Wat zijn de rente? Wat zijn de aflossing? Een paar dingen staan daarin. En dan onderteken je, je met jezelf. En dan heb je geld geleend van je BV. van je holding. Even makkelijk houden. En dan moet je dus wel rente gaan betalen aan je holding. En dan kan je niet zeggen. Dat doe ik lekker 1%. Nee, je moet wel marktcomfort aanhouden. Wat bijvoorbeeld de banken ook hanteren. Zeg maar voor zo'nzelfde lening. Nou, stel dat is 4%. Pak even vier. Ja, vier. Dan moet je dus 4% rente gaan betalen aan je eigen holding. Dus je leent 233.000 euro. Koop je vastgoed mee aan. Een pand van 233.000 euro. heel veel makkelijker. Even geen overdrachtsbelasting meenemen. En heel die bende. Je koopt een pand van 233.000 euro. Uh, en dan ga je dus 4% per maand. Ga je, of per jaar. Eigenlijk, ga je rente betalen aan je holding. Maar dat doe je dan nou natuurlijk maandelijks. kan je gewoon een automatische order instellen bij je bank natuurlijk. En dan ga je weer geld overmaken holding een soort broekzak, verszak natuurlijk. Hè? Dat is natuurlijk het mooie. Want nu leen ik dus 4% bij mijn holding. Ja, dus die gaat gewoon weer meer winst genereren. Hè? Er komt winst vanuit mijn BV die kant op. Tenminste winst, gewoon interim dividend. Maar hij gaat zelf ook nog eens winst genereren. Kijk een holding genereert eigenlijk geen winst. In theorie dan zeg maar. Maar nu rente. gaat hij ook gewoon, gewoon winst maken. Dus is die werk belast, BV he? maakt winst, die we die kant op sturen. En deze gaat nu ook ineens winst maken. Doordat je renteinkomsten krijgt zeg maar. Dus dit geld loopt snel op toch. Ja, nu krijgt hij ook die 120 vanuit hier. Plus je gaat ook nog wat winst maken. Kijk je het weer later weer sneller naar de privé lenen, zeg maar je volgende leenovereenkomst. Voor je volgende woning bijvoorbeeld. Nou, en zo kan je dat dus blijven doen. En dan kan je dan zeggen, joh, ik koop drie panden in de X, hoeveelheid jij je daarvoor nodig hebt. Hè. Je kan natuurlijk eerst 233. Als je dat hebt bereikt na twee jaar bijvoorbeeld. Leen je dat in privé, je koop je eerste pand aan. Dan heb je een pand. Heb je, een, je hebt naar privé geleend. Privé is box 3, Dus je hebt een pand gekocht van 233.000 euro geleend bij je BV. Dus je nou, geen vermogen, eigen vermogen. Op? Nee, want je hebt dus een lening van 233.000 euro. Maar wat, waar kijken ze bij de pand altijd naar? Naar de WOZ-waarde. Ja. En die is vaak een stukje laag. Stel, die is 2 ton. Dan heb ik dus een woning in box 3. Markt van 2 van ton WOZ-waarde. Terwijl de lening is 233. Dus ik heb min 33.000 euro aan vermogen. ook geen vermogensbelasting over dat woningkeer. Dus die huurinkomsten zijn gewoon netto. Van die huurinkomsten betaal ik dus rente aan mijn eigen holding. Die gaat dus meer winst maken. Nou, dan kan ik daar laten staan. Of ik kan het uitkeren bovenop mijn DGA slaag of als dividend nog extra meer privé te hebben. En dat, moet je, dat zou ik niet doen. Maar dat kan je eventueel nog doen? Dat is pandje 1. Nou, ditzelfde doe je voor pandje 2. Ja? Ja? Ja. Als je dan uh, uh, inderdaad, je krijgt dan het geld hè, privérekening. Ja. Moet je dan ook een bepaald percentage privé, eigen vermogen nog inleggen voor voor zo'n pand? Of maakt het niet uit? Nee, daar niet. Kijk, helemaal wel een niks. goede vraag ja. trouwens. Kijk, als je natuurlijk als je vastgoed koopt en je leent het extern via een RNAB, een dominvest, dat zijn een beetje dat soort bedrijven die vastgoed financieren in Nederland, dan kan je vaak 80% lenen en dan moet je andere 20% zelf inleveren. Maar nu is het leuk hè, je hebt geen taxateur nodig, je hebt geen hypotheekassocieus, je, je, je hebt helemaal niks, want je hebt gewoon geld al staan. Je kan het binnen één seconde overmaken, je kan het twee seconden doorsturen naar de eigenaar daarvan. Snap je? Dus je kan gewoon 100% lenen. Dus daarom kan je dus ook vermogensbelasting technisch veel beter uitzien. Want je leent 2,33 terwijl je maar 2 ton aan waarde hebt. Kijk, uh, heb jij uh, 80.000 euro zelf erin gelegd, hè? dan heb je dus 150.000 euro ongeveer. Wat je aan lening nog van een RNB pakt, een externe financier. En, dan, en dan, dan ga je vermogen opbouwen. En dan heb je wel 50.000 euro bovenaan de streep. En nu heb je dus min. Maar kan ik uh, als een boefje lenen van mijn eigen BV, dat gebruiken als eigen geld, naar de bank gaan en dan nog bijlenen? Of kan ik niet een dubbele lening hebben kan? op een pand? Ja, wel, dat kan wel. Ja. Want dan zou je zeg maar, die 2,33 nog kunnen spreiden naar uh, Zeker. meer panden. Zeker, dan kan ja. je zeggen, joh, ik leen al 80.000 en dan gelijk externe financiering bij. Maar nu komt het, een RNB van de achterdag, het mei 2023, is gewoon 7%. Ja, dus dat rendeert niet. Je krijgt niet. het niet meer rondgerekend. Nee. Dus op dit moment kan bijna niemand vastgoed meer kopen in Nederland. Tenzij bouw, jij... Met oh, oh. een uh, mooie holding. Of heel veel geld al privé hebben ja okay. ook. De betaal je ja, wel ja, ja. vermogensbelasting, 2%, maar dat is minder dan 7. Ja. En kijk, de markt is nu wat dat betreft interessant. Want de prijzen gaan omlaag, mensen stappen uit, et cetera. Ja. Kijk, natuurlijk, er zijn wel wat lagere, tussen 6, 5, misschien 5, dat is ook nog ergens lukt. Maar, dat wordt maar dan lastig. moet je dus per definitie 5 tot 6% rendement maken om je boutje kop boven water te houden. Ja, als je bij een externe financier wel doet. Maar je natuurlijk, kijk, diezelfde percentage, moet je ook al aanhouden voor je eigen BV. Uh, maar dan betaal je dan je eigen BV weer terug. Juist. Snap je? En dat is het hele verschil. Dus ik leef aan mijn eigen bank eigen BV en die gun ik meer die rente ja. dan aan de RNAB, het kost je je in principe. Ja, je betaalt niks. eigenlijk geen rente. Je ja, het betaalt je kost... jezelf. Exact, je betaalt rente aan jezelf. natuurlijk, het kost wel wat. Alleen belasting. Want je kijk, die deze gaat winst benaken, dus ja. moet je wel 19% winstbelasting over betalen. En wil je het daar naar privé halen, ja, dan moet je toch als tga uitkeren. Ja. Of als dividend. Maar dat is altijd minder, veel minder, natuurlijk, nee. dan aan de, de rnb of een Raadbank. Want dan is die rente ben je gewoon sowieso kwijt. Ja. Ja. Snap je? En dat is het hele trucje. Nou, dat doe je dus voor pand 1. 2 en dan doe je voor pand 3. Dus dit doe je dus drie keer. Hè? Of twee keer met 3,5 ton. Pand mag natuurlijk ook. Maar een max van 700.000 euro is wat je mag lenen naar privé. Dus heb je een holding met 700.000 euro, dan kan je dat naar privé lenen. Maar meer dan dat mag je niet lenen voor dingen anders dan je eigen woning. Maar als je dit hebt uitgevoerd, dan heb je dus al drie panden: 700.000 euro. Met een bepaalde, laat zeggen, 4% rente ben je overeengekomen met je holding. Vandaag zou het wat hoger moeten zijn voor je vastgoed, maar hou even 4% aan. 28.000 euro die je overmaakt elk jaar aan rente. Aan je eigen, zeg ik het goed, ja, aan je eigen holding. Dus je holding gaat 28.000 euro winst maken. Nou, dan kan je nog een stapje verder gaan. Stel je hebt dat voor elkaar. Dan heb je dus huurinkomsten, betaal je een stukje rente af en dan hou je nog van over natuurlijk van die huurinkomsten. Die zijn allemaal onbelast, want je hebt dus drie keer toegevoegd. Dus je hebt een min een ton in de vermogen. Want je hebt 2,33. Dit is 2 ton, dat dus min 33. Ja. Dat keer 3, is dus min 99. Dus je hebt min een ton in de vermogensbelasting. Dus die huurinkomsten komt zijn netto. Stel, je krijgt 1250 euro per pandje. 3750 euro netto. Dan betaal je dan die rentekosten aan je eigen holding. Dat hou je er al bij. Bovenop je DGA salaris, die je natuurlijk al hebt. Hè. Stel dat is 51.000 euro. Dat is ook 3000 euro netto. Mm -hmm. Dus dan heb je al zit je er wel lekker bij. Uh, en dat geld dat je overhoudt, eventueel weer gaan beleggen, bijvoorbeeld. Hè. Dat is wat ik doe pensioenbeleggen dan ga je dat geld ook nog eens aan het werk zetten? Zo heb je een sneeuwbal die kijkt. gaat hè? He, vastgoed, je huurinkomst genereert, geld? Van welk geld? Uh, de huurinkomsten die binnenkomen van de huurinkomsten. Ja, dus van je leeft van je DGA. Ik leeft van je DGA en je misschien je pak je iets huurinkomsten erbij natuurlijk he, voor het goede leven. Wat je overhoud ja. na rentekosten betaal je, stort je dan in pensioenbeleggingen, stort je in normale beleggingen. Als je dat doet, dan ben je helemaal spekkoper. En bij dan. je normale beleggingen dat gaat wel weer in je vermogen. Op een Gegeven moment wordt dat en dan een... ja, boxen ja, je boxen hier 150, maar je staat de ton. Je mag, 150, je mag 150 ruggen, mag je dan beleggen voordat je een keertje over die aandelen vermogensbelasting gaat betalen? Zat je die ton in de minst Maar en jij, en bijvoorbeeld, 7. die dat niet hebt, die moet boven die 57.000 al gaan betalen ja. en, en hoe ik hoe is, niet. Hoe zit het dan inderdaad? Je zei net uh, of je kan twee huizen halen van 350.000, mm -hmm. of je haalt er drie en dan iets minder. Uh, Kijk, als je, je grotere huizen haalt, heb je natuurlijk ook wat meer huurinkomsten. Ja, ik zou hoe, dat eerder adviseren in deze tijd met die. De grens die naar 187 ja, maar punten hoe zit gaat. het dan met die 700.000. Zeg maar, hoezo mag dat geen 900.000 zijn? Het zeg maar? ja, is vanuit de overheid de uh, wet excessief lenen, dat is gewoon een wet ja. dat je maximaal 700.000 euro mag lenen naar privé. Van je je dit okay. spel als je 7 miljoen kon, ja, dan kun je dit spel spelen. Vroeger tot kon in dat. De eeuwigheid, ja, ja dan, dat, dan heb je 200 panden en dan betaal je geen fluit. En ja. dan uh, dus ben je lachende derde. Stel van want je hebt daar bijvoorbeeld vijf panden staan, je wilt nog twee extra panden halen, 700.000. Dan moet je wel echt, echt dan moet je het uitkeren als dividend, zeg maar dus dan heb je wel meer nodig, want je moet dan ook nog dividendbelasting betalen: 26,9 procent. Maar dat is wel, ja, dat alleen je niet, hè. dus dat is wel box 3 vermogen gelijk, maar het ja. kan wel. hoe kan wel, wel komen wel we best... bij die 1,8 miljoen? Want we hebben nu 7 ton aan, uh, hebben we geleend vanuit zijn holding. Daarmee hebben we vervolgens nu, nou ja, uh, wat is ja. het, uh, Kijk. hoeveel aan vastgoedvermogen opgebouwd? Nou gewoon 700.000 euro. We hebben ja, 700.000 euro geleend. De marktwaarde is ook 700.000 euro. Juist, ja? Dus okay. we zijn nu 700.000 euro verder en we betalen nog geen belasting, ja, toch? Ja, ja. En we hebben al wat huurinkomsten. Ja. We hebben wat komen die nog al 1, 2 miljoen tekort. tekort. Zeker. Dan gaan we nu al naartoe werken. Ja, we is kritisch. Stel, we hebben dit, uh, we hebben dit behaald. Ja. En je denkt van joh, ik, uh, ik woon nu in, uh, in deze woning. Woning van een half miljoen. Hè, de eigen woning, of ik huur wat en ik wil een keer een eigen woning. Dan kun je ook de eigen woning, je mag je ook lenen van de holding. En dat is los van die 7 ton. Eigen woning mag nog wel. En dat mag je, oh, alleen je een woning voor 10 miljoen? mag je gewoon 10 miljoen lenen. Voor je eigen woning. Ik heb een korte vraag tussendoor. Ben jij bereid dit te delen? Want dan zetten we hier een linkje van. Dan kunnen nee, mensen meekijken. Die gaan we niet delen. Nee? Die schijn. Nee. Oké, okay, dan louder. Dat is ook niet voor iedereen relevant. Uh, oh, dat is ze pech. Uh, Dacht, dan misschien dan anders kunnen ze meekijken met wat je vertelt met de cijfers, maar dan hebben ze pech. Goed luisteren. Goed luisteren. Dit gaan we niet delen. Nee. Ja. Picasso geeft zijn kunstwerken niet weg, jong. Nee, joh. Niet gratis, ja, dat nee, geitje. Nee, maar dit, dit, dit hou ik wel nog even voor mezelf. Ik leg het gewoon nu een uh, helemaal kleur. kunnen ze gewoon meetekenen. tekenen. <laughs> ja. Oké, okay. mee ja. We gaan weer verder. Ja. Uh, was ik... Oh ja, woning van een half miljoen euro. Ja. Prima, gewoon een tussenwoning tegenwoordig kost zo snel een half miljoen euro. Ja. Ja. Nou, dan kan je die ook bij de raadbank lenen. Maar je kan die ook bij je eigen bv lenen. Bij je eigen holding lenen. Nou, dan leen ik weer een half miljoen euro naar privé. Vaak lagere rente dan mijn vastgoed, want ik woon er zelf in. Kijk, verhuurd vastgoed, is meer risico. Dus hogere rente die je af moet spreken. Eigen woning, is lager, uh, lager risico, want ik woon er zelf in. Lagere rente. Dus mag je een lagere rente aanhouden. En wat voor percentage moet je? Ja, kijk, vandaag doen? de dag zit een NB, ik er net al, een beetje op ja, tussen de 6 en 7. Vastgoed. Ja. Eigen woning, het is dus 4,5 ongeveer. Dus dat is een beetje het verschil. 4,5, oké. Okay. Ja. Maar voor nu, stel, we houden even die 4% aan uh, we lenen een half miljoen tegen 4%. Uh, eh, dan moet ik 20.000 euro per jaar rente weer gaan betalen aan mijn eigen woning. Nou, in Nederland is het zo. Uh, je mag dus op je eigen woning, de helft van de marktwaarde van je woning mag je aflosvrij nemen. Ja. Bij je vastgoed mag dat volledig aflosvrij. Dat zou ik ook adviseren. Bij je eigen woning mag maar de helft van de marktwaarde aflosvrij. Dus dat is in dit geval 250.000 euro. Die 250.000 euro, die doen we aflosvrij. Daar hoef ik alleen de rente voor te betalen. En die andere 250.000 euro, daar moet ik wel ook uh, de aflossing voor betalen. Ja? Mm -hmm. Dus wat heb ik dan gedaan? Heb ik een woning van 500.000 euro, met een annuïteithypotheek bij mijn eigen holding van 250.000 euro en een aflosvrij hypotheek van 250.000 euro. Ik moet het niet te complex maken. Uh, die 250.000 euro annuïteithypotheek, dat stimuleert de overheid. In 30 jaar los je dat af. En dan zeggen ze, joh, de rente die je betaalt, ook op de, van die hypotheek, zeg maar ook al is het bij je eigen holding, mag je aftrekken, die rente, van jouw inkomen. Dus stel, ik heb een DGA van 51.000 euro, ik betaal 10.000 euro aan hypotheekrente over dat leningdeel, mag ik die aftrekken van die 51.000 euro. Hou ik maar 41.000 euro over voordat ze belasting gaan betalen. Je? Dat is al een leuk trucje om dat naar beneden te krijgen. Ja. De meeste mensen 3, doen het 3, al met de eigen woning. Toch? Zeg weer 3,5 rug of zo. Op jouw het is gemaximaliseerd op, op de eerste schijf. Hoor. Dus zit je hoger. Dan kan je dus hè, ga je 49,5% betalen. Dan mag je het ook wel aftrekken. Maar je krijgt maar maximaal 36,93% mm, uh, okay. voordeel van je hypotheekrente aftrekken. Even 1 derde, heel makkelijk gerekend. Ja. Maar die andere aflosvrije deel, ja, die los ik niet af in 30 jaar. Toch? Want hij is aflosvrij. Ja. En dan zegt het over: ja, leuk dat je dat doet. Maar dan krijg je geen hypotheekrente aftrekken in box 1 erover. Dan denk je, shit, man, dan mag ik niet die 10.000 euro rente aftrekken. Toch dan denk ik van dat baal ik van, dat schuld me 3,5 rug, wat jij zegt. Maar ik ben daar juist blij mee. Want wat zei ik helemaal aan het begin? Alles wordt belast in één van de drie boxen. Dus ja. het wordt niet meer belost, belast in box 1. Dus Top waar de... gaat die een? Box, nou, box 3. 3. Ja. Dus die, die 2,5 ton schuld, die mag je in box 3 aftrekken van mijn vermogen. Mm -hmm. Maar de, de eigen woning zit nog steeds in box 1. Want daar ja. is de eigen woning zit altijd in box 1. Snap dus, je? Ik had net een min een ton toch al stond ik al vermogen. Dus nu sta ik ineens meer 3,5 ton. Nee. Toppie. En ik heb al een half miljoen extra vermogen erbij, marktwaarde toch? Dus ik zit al op 1,2 miljoen hè? Ja, ja, ja. ja. En hoeveel missen we nog? Zes ton. Ja. Zes ton. Nou, zes ton. Dan komen we bij de. Als we dit hebben bereikt hè, dus we hebben en 700.000 euro geleend en omgezet in twee of drie panden. En we hebben die eigen woning gefinancierd vanuit de holding. Dan ben je al heel goed bezig natuurlijk hè. Dan ben je al, aardig heb je al aard, zit je aarde goed erbij. Dan heb je al 2.000 euro netto minimaal, als niet meer is. Dus. 2.500 denk ik even uit mijn hoofd. Sommige mensen zijn er al tevreden mee, want ze zeggen, ik blijf toch bij werken. Ja. Sommige anderen zeggen, nee, ik wil iets meer hebben. En wat je dan kan doen, dan is er één laatste optie. Uh, kijk, je kan het niet meer gaan lenen, want dat zit wel aan het max aan. Dus je mag maar één keer een eigen woninghypotheek hebben ja. en 700.000 euro. Dan moet je dus, als je weer geld hebt in je holding, want die gaan winst maken, je blijft gewoon doorwerken, moet je het uitkeren als dividend. En dan keer je het uit en dan koop je gewoon zo'n pand van 2,33, die koop je dan gewoon cash. En heb je weer een pand bij van 233? Dan doe je dat nog een keer. Dan heb je nog een pand erbij voor 233? En heb je dus 233.000 euro erbij. Twee keer. Ja. ja, je hebt nu dat die min die je opgebouwd hebt, ga je eigenlijk langzaam opvullen. Je en dan krijg je 4 ton terug aan woz waarde Maar we hebben 50.000, 57.000 euro die Komt we niet hebben betaald. Dat kwam precies uit. Godverdomme. En dan hebben we dus 233 plus 233. Is dan 4,66. We zaten ja. op 1, hoe zaten we net? Op 1,2? Ja hoe komt dat? Kom op 1,66 uit. En waar komt dat andere stukje vandaan? Twee ton. <stuken> Even pak, hoor. Even op het Picasso kijken. Even op het Picasso kijken. Uh, wat staat hier? Uh, uh, ah, geld in. De, ja, natuurlijk. Het vermogen die we ja. dan hebben. Ja, klopt, natuurlijk. Het vermogen ja. is 1,6 miljoen. Wat ik net zei, 1,66. Ja, uh, maar het, wat je geld, wat je hiervoor totaal nodig hebt in je holding is tussen 500 die 500.000, die 700.000 en nog dat restantje restaantje tot die 1,8 miljoen. Want kijk, om het als dividend uit te keren moet je wel weer 26,9% betalen. Uh. Dus hebben dus die 4,5 ton, die 466.000. Ja, ja, ja. ja, meer je dat erbij. Nodig. Exact. 6 yes. ton erbij. Ja. Dus 6 ton plus 1,2 maakt die 1,8. Dus 1,8 moet je je holding inbrengen. 1.8 die holding. Ja. Maakt 1,6, zeg maar, in Aan box 3. Mogen, ja. Helemaal belastingvrij in box 3. Want dat hebben we net even uitgelegd, natuurlijk. Dat zorgt ervoor dat jouw holding. Ja, ook al stop je met werken, je hebt geen DGA, je stopt helemaal met werken. Die holding, die gaat gewoon inkomsten genereren, want die krijgt dus rente-inkomsten van die drie panden die jij uh, uh, geleend hebt, hè, die 700.000 euro, dus dat is 28.000 euro per jaar, plus die 4% van die uh, andere, uh, uh, van je eigen woning, die 500.000, is dus weer 20.000 euro per jaar, dus 48.000 euro per jaar die die holding uh, per jaar gaat uh, genereren. Uh, volgens mij heb ik in dit rekening nu ik het hierover heb, volgens mij heb ik het hier over <coughs> 5%. I, afijn, hier kom ik net uit boven die 51.000 euro, zeg maar. En ik heb echt helemaal overal zitten spelen natuurlijk. Dus als ik tegen 5% leen van die 700.000 euro, dan kom ik op 35.000. Plus die 20, kom ik op 55.000 euro uit, ja. Dus vastgoed, in dit voorbeeld leen ik tegen 5% en eigenwoning tegen 4%. Dan gaat dus de rente die ik dus aan mijn eigen holding betaal, wat ik gewoon van mijn huurderkomst kan betalen, uh, die gaat dus 55.000 euro per jaar uh, geld genereren, die PV, die holding. Volgen we het nog? Die gaan we dan uitkeren als DGA-salaris. Dan keren we gewoon 55.000 euro uit in box 1. Dus dan heb ik en huurinkomsten, onbelast. Want box 3 ben ik vrij met een vermogen van 1,6 miljoen euro. En ik hoef niet meer te werken. Toch heb ik een DGA-slaas die ik elke keer uit kan halen. Want ik zit op die 55.000 euro. Die keer ik uit in box 1. En dan krijg ik 55.000 euro in box 1. Maar. Betaal, hè, mag ik 10.000 euro hypotheekrente aftrekken halen, Dan gaan we natuurlijk nog even pensioen beleggen. Dan kan ik nog eens 5.000 euro, want over 55.000 euro kan je ongeveer 5.000 euro ook nog naar je pensioenbeleggingsrekening storten. Die mag ik ook weer hiervan afhalen. Hou ik 35.000, 40.000 euro over. Nou, hele som. Onderaan de streep uh, heb je dan uh, 41,148 41, euro netto. Privé, zonder eigen hypotheek. En die is al, al hierin verrekend, zeg maar. Nou, de meeste mensen kunnen daar aardig van rondkomen. Dus je hebt geen eigen woninglasten meer. En dan heb je ook nog eens 4148 euro netto. Met een vermogen van 1,6 miljoen euro. In box 2 betaal je 0% belasting. Want er komt 55.000 euro winst binnen in holding. Maar die keer je ook weer uit. Dat zijn gewoon weer kosten. Loonkosten. Ja, je je hebt ook geen en dat is dus voor duidelijkheid. Je hebt geen kosten aan woning ook. Ook niet, nee. Dat, dus dat is voor veel mensen hun grootste lasten. Exact. Die is ook pleiten. Dus dat, ja. kan jij een beetje je energie, je vreten en uh, weet ik veel. Gaat het exact. weer naar de hoeren. Exact. <laughs> Dus je, dus, dus je hebt dan drie belastingboxen. Hè? In box 2 box zijn we dus helemaal belastingvrij, want er komt 55 binnen. Maar er gaat er 55 uit. 0 pa, ja. Box 3 is ook belastingvrij, hebben we net al besproken, omdat we 3,5 ton in de min zitten. zeg maar, En dat dan kunnen opkijken met die twee pannen. Dan zitten we nog steeds onder die 57.000 euro grens. Dus 1,6 miljoen vermogen. Ook 0% belasting. En dan hebben we nog één box over, box 1. En daar is de belastingdruk uit mijn hoofd naar al die aftrekposten 14,21%. Dus je hebt 4148 euro netto per maand. Je hebt 1,6 miljoen euro vermogen. je betaalt maar 14,21% alleen in box 1. En dit is hoe miljonairs in Nederland bijna geen belasting betalen. Toch? Dit spel van holdingjes schuiven, ja. dingen kopen, ja. vermogen ja, dat van Het gebruiken van de holdings, schuiven. Niet exact dit, maar deze manier van doen. zullen, zullen in andere vormen. Want ja. dit is de Picasso-methode. Dit, dit is ja. van Thijs, Exclusief yes. voor tijd. Uh, dit zullen er veel meer doen. Uh, ja. Maar zo... Is nog niet echt naar buiten gebracht, denk ik, of zo dan hoor. Ja. Uh, maar als ik dit aan ondernemers laat zien met een BV holding, geef wel heel veel helderheid. Maar ze hebben wel gelijk een plan van oké, okay, ik moet 1,8 miljoen krijgen. Ja. Ja, en dat Heel veel ondernemers hebben geen financieel doel. En als je geen doel hebt, blijf je maar rennen. Ja. Nu ja. hebben ze gewoon, ja. oké, okay, 1,8 miljoen. Oh, ik maak 4 ton winst per jaar. Ah, 4,5 jaar verder kan ik dit doen. Dan doe ik gewoon vier ton winst. Kan ik al het eerste gaan lenen. Kan ik het eerste pandje kopen. vier ja. ton later koop ik ook nog een pandje jaar daarna. En dan krijgen ze al wat meer hurenkomst. En netto zit ze er weer beter bij na zijn dga. En zo ga je het gewoon langs. En het hoeft ook niet morgen klaar hè. Je hebt toch de tijd. Want het leuke is. Je kan dit wel bereiken. En dit is ook precies mijn doel. Maar ik, dit ben ik natuurlijk in de praktijk ook aan het doen. Uh, want alles wat ik zeg doe ik in de praktijk zelf ook. Maar als je dit bereikt hebt. Ja, ik ga dan echt niet uh, heel de hele dag zitten Netflixen. Ik blijf nog werken. Dus. Het is je hobby. Het is mijn hobby. Ja, dus ik, blijf, ja, dus ik, ik kan, kan het wel doen en dan ja, blijf ons nog werken. Dus. Ja, het geeft, het geeft ik ook wel een plan, plan ook. Voor ons ook, want wij zeiden ook een begin: we, zeiden, uh, we hebben het gisteren nog erover gehad. Ja, ja, wij dus moeten 3.6 maken dan. Voor jullie beiden. 1.8, ik 1.8. Ja, <laughs> is het oké? Okay? Dat is dan ook dan een vraag: inderdaad, een holding gaat dan per persoon, toch? Dat is niet per se samen. Ja, dus je nee, een dus eigen holding. Ja, ja dus je, je hebt je eigen holding ja, toch? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dus stel straks in jullie geval hè, als jullie eigen holding allebei hebben, je hebt dan die BV hier beneden, um, dan uh, gaat dit winst genereren, bijvoorbeeld twee ton, dan gaat er een ton naar jouw holding en een ton naar jouw holding. Bij ja. allebei daar 1,8 hebben. Maar jullie hebben nog een leuk voordeel, omdat jullie compagnons zijn, zeg maar, samenwerken en jullie een eigen holding hebben. Ik zei, die 700.000 euro mag je lenen naar privé. Maar jij mag ook nog eens lenen aan hem en jij weer aan terug aan die, omdat jullie ook zakelijke relaties, zeg maar, hebben. Dus jullie kunnen nog verder gaan. Dus die twee panden als dividend het keren, jullie kunnen zeggen, nee, dat ga ik niet doen. Jij leent gewoon 7 ton aan hem en jij weer aan hem. En dan? Heb je 1,4 miljoen geleend naast je eigen woning. Ja, maar en dat is totaal een... toch gewoon. En dan heb je dus niet meer. de dividendbelasting hoeven te betalen, zou je nog ja, veel verder is. in de min. Ja. Dus dat is nog veel beter. Maar dan doe je zeg maar alles zeg maar dan bijvoorbeeld alles wat ik zeg maar verdien in mijn holding, neem ik allemaal uit gewoon aan Jaro. Of hoeft nee, dat nee, niet? Stel, per se. Jij, stel jij hebt dit, kijk jullie gaan gewoon eerst dit doel behalen privé, gewoon allebei los van elkaar. Ja. Oh ja. Als jullie dat hebben behaald, hè, we zijn tien jaar verder. Nee, twee drie jaar. Twee, ja. twee drie jaar. Waarom ga je niet samen? Want dan kan je toch snelle vastgoedpanden kopen ja. omdat je het snel hebt opgebouwd. Ja, kan, kan, ja kan ook. Maar. Ja, je hoort wel vaak in de vastgoed de joint ventures gaan ze dan aan het joint venture contract. Maar ja. Ja, kijk, ja, als je het goed beschrijft, kan het wel. Kijk, je kan een ruzie krijgen en uit elkaar, en dan zit je toch aan elkaar verbonden. Dat begrijp ik, ja. alleen ik dacht wel van ja, als je maar waarom wilt, moet je iets... sneller? Ik had rustig zelf handen? ook, maar samen gaan, gaan sneller. Gaan sneller. Huh? samen gaan sneller. Samen ja, gaan sneller, het kan dus, maar als je kijkt, jullie gaan maar goed ik ben met vooral elkaar benieuwd naar het verhaal van uh, van die 7 ton tussen elkaar uitdreven, want zij dus spelen dit spel uit 1,8 miljoen zelf, alles opgebouwd, 4100 41 ja. ja, ja, ja. netto in de maand. Maar wat kunnen wij dan nog naar elkaar doen? Kijk, die 700.000 euro die je vanuit je holding naar privé kan lenen, maximaal, wet excessief lenen, die mag je dan gebruiken voor wat je wil. Al koop je er een mooie horloge van, mag ook hè. Maar dat 700.000 euro, die jij van jouw holding kan lenen de privé. Maar nu heb jij ook een compagnon, jullie hebben een zakelijke relatie, en dan kan je onder bepaalde voorwaarden ook nog eens 700.000 euro bij Koen lenen. Mm -hmm. Snap je? En dan kan je ineens van Koen lenen, en jij kan die 700.000 euro ook weer aan Koen lenen. Ah, dus dan kan ik daar weer vastgoed mee kopen. Exact, en dan ondanks... Ja. Kijk, normaal zou ik dan naar hem gaan, dus dan is het voor mij niet handig omdat ik rendeer. Maar als hij exact hetzelfde doet, ja, dan hebben we eigenlijk gewoon een wisseltruk truc gedaan. Exact, ja. Ze zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. En dat kan echt alleen maar als je echt een zakelijke relatie hebt. Hij is doet, hé, lotgenoten, man. Nice, man. <laughs> dus dan is dat slimmer. Maar kijk, ik, maar ik die bent. dat niet zou hebben, bijvoorbeeld, hè, ook al ben ik nu met Compion, et cetera, maar we hebben nog niet heel die constructie allemaal staan, ja. eh, alleen voor mezelf, uh, nu zou ik dat niet kunnen. Stel ik zou alleen blijven, dan zou ik dat niet kunnen. Dan moet ik het als dividend uitkeren en dus best wel veel belasting betalen. Maar jullie. Kunnen het gewoon, uh, jullie zijn er veel sneller dan. Stel je bent met z'n drieën, want ik weet ook dat sommige lotgenoten zijn met z'n drieën. Ja, als, als die relaties er zijn, onder bepaalde voorwaarden, ja. is wel afhankelijk per casus. Ja, 700.000, nu 700.000 lenen. Ja, maar kijk, als ik het aan jou leen en jij aan mij, dan hebben we zeg maar een geladen pistool allebei op elkaars hoofd. Jij kan mij niet naaien, ik kan jou niet naaien. Dus als je drie, je drie hebt, ook. nee. Wel. Jij leent aan mij, ik leen aan hem, ik leen aan hem. Ja, Duurlijk. dan leen ik aan hem? Ja. <laughs> ja, niet meer aan van elkaar. Van, ja, nee. Dan ja, heb ja, ik van ja, precies. fuck jou. Wij gaan er met z'n tweeën vandoor, krijg je de tyfus maar. Ja. Dus dan is er altijd, ja, nee, maar dan kan je genaaid worden. Ja, dan je heb je niet altijd een geladen door. pistool. Dan kunnen er twee zeggen fuck jou en dan ben je fucked. Ja, natuurlijk. Dat In ieder geval, dat is denk ik dan het punt. Zou kunnen. Met z'n ja. vierde kan je het wel weer, want dan kan je allebei gewoon twee kruis doen. En dan heb je gewoon altijd een geladen pistool op elkaar. maar ging het meer erom, omdat je dan van 700.000 zelf met z'n tweeën heb je dan 1,4. Als je dan met z'n drieën gaat, Dan kan je weer 700.000 extra lenen. Of kan dat dan weer niet? Lekker lenen voor jou. Dat ja, kan wel. Ja, als je zakelijke 700. relaties te zijn, oké, okay, niet dus van dat mij wij wel. Wij hebben, wij hebben geen hmm. zakelijke relatie. Nee, bijvoorbeeld wel. We hebben met z'n drie een bedrijf. Ja, dus, dus twee, twee naar jou. 700.000, Twee ja, naar jou, ja. twee naar jou. Dus dan heb je ja, dat uh, kan 2,1. Nogmaals, onder bepaalde voorwaarden natuurlijk. Hè. En een kaas afhankelijk. Als je maar zakelijke relatie hebt over het algemeen, kan dat wel. Ja, dan gaan we nog ja, dan dan kan niet, Ik kan nu niet zeggen, uh, Koen, dus. ik heb hier 700.000 euro, Leen jij maar bij mij 700.000 euro. Dat mag niet. Nee, nee, nee. Dus ook niet zeg maar, je hebt. Maar die kant wil je opgaan dat je met z'n drieën bijvoorbeeld echt een bedrijf opricht. Gewoon puur om dit, dit uit te gaan voeren. Daarvoor ga je waarschijnlijk geen bedrijf oprichten. Dat doe je omdat je het leuk vindt, toch? En nee, maar ik bedoel van, dus oké, okay, je, wil uh, je wilt gewoon een spelletje uitspelen. Je wilt dat gewoon uit gaan proberen. Zou het praktisch gezien kunnen zijn dat wij met z'n drieën een bedrijf oprichten? En dan met het bedrijf moeten we wel een bepaald inkomen dus hebben. Mm -hmm. Maar dat we dat aan onszelf uitkeren en dan alleen gewoon... Dat, dat het zou wel dus ja, ja, Zeker. Hey, thuis, wat ik mooi vind aan dit, want dat is voor veel mensen, misschien die nu luisteren, want we hebben het natuurlijk eerder gehad of project kennis. Dat ze denken. de tering, hé, hey, als ik dit nu allemaal hoor. ja, Ik ben hier nog allemaal nog lang niet. Hoe het op mij in ieder geval mooi overkomt. En volgens mij klopt dat ook wel van ik ben begonnen met pensioen beleggen, wat zelf aandelen. Brengen. Wij hebben ook nog niet een holdingstructuur, et cetera. Ja. En volgens mij kan je hier ook wel binnen wat jij doet ingroeien, toch? Projectkennis kun je bij wijze, van bij wijze van spreken doorlopen en op het moment dat ik hier kom kan ik bij jou aankloppen van joh Thijs, kunnen we misschien één op één want ik moet echt zeker. even. Zeker. Ja zeker. Zo, heb, zo ja. heb ik het ook een beetje ingestoken. Dus je kan ja. beginnen met zo'n projectkennis en dan komt dit ook naar voren. En uh, het leuke is ook per module. Ik zei net al die onderwerpen. Geven we ook één keer per maand zo'n live Q&A. Ja. Dus Als je een module doorloopt, bijvoorbeeld box 2, die hierover gaat, en ik, ja, ik heb toch nog vragen. Dan kun je ze ten eerste gewoon stellen in de huddel. Dan geef ik antwoord op altijd of iemand anders. Um, en als je toch nog vragen hebt, schrijf ze op en dan ga je gewoon bij de Q&A aansluiten. Kun je dus nog vragen. Wordt opgenomen, mensen kunnen terugkijken. Ik krijg heel veel positieve reacties. Heb ik sinds een maandje toegevoegd, ongeveer. Die live QA's. Ja, kost voor mij helemaal niet zoveel tijd. Weet je. Ik ga gewoon één keer per maand, één uurtje of twee uurtjes zitten. Mensen kunnen joinen. En ja, ze kunnen gewoon alle vragen stellen. Vaak hebben anderen ook diezelfde vragen wel. En Die video's sla ik ook op. Maar in ieder geval, wat jij zegt, Dus ze kunnen daar altijd mee beginnen. Dat is gewoon het instapproduct. En als ze later zeggen, ja, Thijs, ik heb nu zoveel zo constructie. Ik wil toch even meekijken. Ja, dan kan je in een been afnemen. En dan krijg je die 600 gewoon weer een mindering op die. Uh, ja. Ik vind het wel mooi. We hebben nu, we hebben het vaak gehad in de podcast over van wat is nou het doel van de lotgenoten podcast? 3,6 miljoen na belasting in de holding. Kaching. Yes, duidelijk. Ik denk hoe dat lang? Al, hoe lang heb je daarvoor nodig? Ik moet nu even Valk zeggen. maanden. Toch, realistisch. <laughs> ja, <man. laughs> hoe lang jaar. hebben we daarvoor nodig? Uh, vijf. Vijf jaar. Oké. Okay. Vijf drie. Twintig achtentwintig. Vijf jaar. Dus uh, ja, rond de dertigste. Okay. Nice. Ik denk dat het wel inderdaad een uh, voor elke ondernemer dat het goed is om dit als doel te hebben gewoon überhaupt, gewoon oké. Okay. Zeker. Ik weet tenminste waar ik zeg maar naartoe ga werken ja, om ja. dit te gaan bereiken. En daarna, wat je zegt, je kan gewoon lekker verder gaan spelen in de, ba in de ballenbak. maar dan heb ik tenminste wel nog een safety net. Zeker. Het is ook een goede onderbouwing van de mensen waar ik heel vaak zeg: ja, ik wil financieel vrij zijn, ja, ik wil vastgoed, Blablabla. Ja. Nee. Ja. Nu heb je een volledig uitgeschreven casus. Zoveel heb ik nodig vanuit mijn inkomsten om dit te, dit. Hier ga ik in investeren en dan exact. ziet het er zo uit. Ja, dus en dan, wel, dan ben ik zo financieel vrij. Moet ik wel even bijvertellen, gebaseerd op de regelgeving van vandaag de dag Ja, maar hè? dat houden we altijd. Ja. Dat Kijk, als een mensen uh, zo vijf dus jaar deze podcast ga gaat kijken, dan, ja. uh, zijn we de, dan kunnen de regels anders Want hetzelfde verhaal als geldt voor Dubai. Hè? Daar zijn ze nu ook bezig ja, naar zeker. belasting kijken, et cetera. Ja. Dus ja, iedereen zegt wel belastingvrij in Dubai, ja. maar dat is ook niet voor eeuwig. Dus nee, dat is ook zo. in de huidige ja. Ja. situatie. Laten we het dan ook lekker hier gaan afsluiten, jongens. Thuis, ik ben weer een heleboel uh, kennisrijker, man. Dank je wel. Ja, Links staat dus in de voor de mensen die, uh, die het nog niet hebben gehoord. En dan, uh, ik, ja, ik vind het interessant om deze gasten te blijven uitnodigen. Zeker. Kom binnenkort weer ja. binnenkort. Dan eind dit jaar doen we weer een belastingupdate. Is goed. Ja. Lieve nou, dingen. Oké. Okay. Goed Thijs, bedankt. Bedankt voor uh, alles jongen. Mensen. Ciao. Doei. ciao. Ciao ciao.